Welkom bij aflevering 270 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast, waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier met links van mij Daniel Mol en rechts van mij Wouter Constant. Hallo, dag Bart. Kijk, het zijn twee serieuze mannen. Daar hou ja, ik van. Zeker. <laughs> niet van een stuk te krijgen. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Virtuele munten, reëel risico. Ja, maak hem maar af, uh, Daan. Weet ik veel. Uh, hou je zaad in je zak. Ja. Alsjeblieft. <laughs> de enige garantie in crypto is het risico. Precies. Dankjewel. Veel je ziet inderdaad nergens in. Hou je zaad in je zak. Let op de scamwebsites en laat je niet hackmaken.nl. Uh, daar kun je altijd even een kijkje nemen om je persoonlijke online veiligheid naar een hoger niveau te tillen. Als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Alle links zijn op www.stoshiradio.nl. Die inmiddels ook weer bereikbaar is. Ook weer fijn. Ook volledig geüpdate inmiddels? Uh... Volledig geüpdate. Ik heb even uh, weer wat tips van Jorijn gehad. Uh, hoe ik dat zelf kan doen uh, deze keer. Het was een of andere plugin die uh, kapot was. Waardoor de website ook kapot was. Maar die is uh, gefixt. Dan hebben we natuurlijk nog BitcoinAlpha.nl. Het kennisplatform dat beschermt en versterkt... Ja, ook deze week weer uh, van alles geschreven. Op dit moment staat er een artikel uh, in de Steigers over WorldCoin. Toch een beetje ja, gebaseerd op onze discussie uh, die we vorige week uh, ook hadden met, uh, met Tom erbij. Um, ja, er kwamen wat dingen naar voren. Dat was met Stef. Uh, oh ja, dat Steph, was met Stef, ja. sorry. Nee, Tom was die week uh, ervoor. Ja, ik heb Tom uh, van de week nog gezien toen hij kwam helpen bij klussen uh, aan mijn huis. Misschien vandaar dat ik hem uh, noemde. Nee, het was met Stef inderdaad. Nee, die uh, discussie zet me toch aan het, uh, aan het denken. Dus ik heb uh, een artikeltje over uh, nou, een dus uh, gesprek, vond ik dat. Ja, dus die uh, komt eraan. En verder natuurlijk morgen weer een, uh, een Markets van, uh, van Bert, die ook in deze podcast natuurlijk weer eventjes uh, aan bod komt. Hij zat ergens op een parkeerterrein in uh, Noorwegen, volgens mij. Deze keer geen mooie backdrop, helaas. Nee. durf ik alvast te verklappen. Maar wel weer een, uh, een goed verhaal. En leuk, leuke weetjes over. Uh, en leuke weetjes wegen. over. over E wegen in, in dit geval, ja. Die toch niet naar Rome leiden, zo blijkt. Blijkbaar niet. Ja, ik ik ja ik, ik ben niet zo veel over de over de E-wegen gegaan, maar ik vond het wel een interessant verhaal. Ik ook al. Ja, van nee, Zang ik Bert. heb daar echt, ik heb daar wel een band mee of zo. Met Bert. <laughs> nee, <laughs> met de E-wegen, e ja. Ja, ik vooral met Bert. Ja, goed, zo heb je allemaal. En, ja, uh, zo. zo is voor iedereen een haakje in Bert's zijn verhaal. Um, gaan we nu als laatste natuurlijk uh, over naar een bericht van onze hoofdsponsor. Satoshi Radio wordt mede mogelijk gemaakt door uh, Bitvavo. Dat is de grootste crypto-exchange van Nederland en die staat geregistreerd bij de Nederlandse Bank. Bitvavo is gebruiksvriendelijk, heeft meer dan 190 digitale valuta en lage handelskosten. Handel net als 1 miljoen andere klanten bij Bitvavo. Wil je meer info? Check dan onze website satoshiradio.nl/slash Bitvavo. Jongens, de week. Ja, maar, jij, jij moet iets kwijt, hè Bart. Nou, er zijn wel wat dingetjes, maar eerst even altijd netjes de gasten. Uh, kijk, jullie zijn nu voor de tweede keer in de, in de zomerreeks uh, van, uh, van Satoshi Radio aanwezig. Ik heb jou, Daan, de vorige keer geïntroduceerd als de redacteur van de Cryptocast. Nou, dat ben je nog steeds. Is daar nog de afgelopen twee weken iets, uh, iets interessants gebeurd? Of zeg je, ik ga mijn spreektijd eens even gebruiken om iets compleet uh, anders uit te doeken? Ik ga het uh, 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 politiek doen? onderwerp aan de kaak zetten. Nee, het, uh, ja. het, gaat, het gaat goed bij de Cryptocast. Um, we hebben echt een smerig, bullish podcast gemaakt met Thule Meester. Dat is echt. Uh, als je nog niet geluisterd hebt, ga dat even checken. Als je zeg maar een beetje in de put zit en je ziet het niet meer zo zitten met Bitcoin, luister die even dan ben ja. je er weer. Um, ja, en verder uh, ben ik gewoon heel veel niet-werkdingen aan het doen. Boeken. Wat, wat waren de grootste. Even, even over die podcast. Want Tuur is op zich natuurlijk wel een grote naam in, uh, in de Bitcoin-wereld. Lopen we al lang mee. Wat, wat zijn de, 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 de grootste takeaways die bij jou zijn blijven hangen? Uh, nou, hij heeft dus een rapport geschreven over... ...how to position for the Bitcoin boom. Nou, ja. Dat is al weinig, weinig verhullende titel. Maar eigenlijk zet hij daar... Ik bedoel, kijk, wij zijn de hele dag met Bitcoin bezig... ...en we weten al een beetje hoe het zit... ...maar hij zet eigenlijk de belangrijkste dingetjes uh, op een rij. Natie staat adoptie. Hij gebruikt dus, pakt een stukje on-chain-analyse erbij... ...waarom mm -hmm. het onder, undervalued is... Uh, al dat soort dingen, uh, ja, gewoon een beetje de klassieke, de klassieke voordelen komen langs. En dan zet hij dat af tegen een aantal risico's, waar hij zeg maar, een aantal risico's als reëel uh, bepaalt en een aantal risico's als niet reëel. En daar komt eigenlijk een conclusie uit dat je gewoon uh, smerig veel bitcoin moet hebben. Goh. Ja, nee, het, op zich in die zin niet Baan, verrassend. Baanbrekend. Uh. Ja, maar hij vertelt het wel altijd goed constant. En, uh, Met een accent dan. Ja zeker, maar dat is niks mis. mij. Hij probeert je dan nog steeds in uh, Texas? Ja, in Austin. maar hij is altijd heel uh, zeg maar voor iemand die fulltime in Amerika woont en ook nog uh, Belg is en niet Nederlander. Ja, dus... hij is niet zo gaan praten. Nee, dat niet. En hij Hallo. het is ook niet uh, ik, dat het ik helemaal in Amerika. Ja, als super veel Engelse woorden. Soms merk je dat hij even aan het zoeken is naar een Engels woord. Maar verder voor de rest uh, niet. Ja. Dus uh, de, op kritikas gebied Tuurmeester, ja, ik, had, of... ik had juist het idee dat Tuur de afgelopen jaren iets minder bullish was geworden. Ik zag hem op een gegeven moment alleen maar tekeningen te maken. En uh, dat was, er, er staalde weinig vrolijkheid vanaf. Maar nu de de aan het gebruiken. Ja, maar dat kon omdat hij niet kon slapen. Maar toen is hij aan de drugs gegaan. Maar ja, daarvoor moet is. je dan de What, uh, What Bitcoin dit ja. uh, podcast voor luisteren. Daar heeft hij het niet met Herbert over gehad. Nee, dat vind ik dus wel jammer. Misschien ja. moeten we daar een soort nee, spinnen. Is beter. of. Uh, is beter. Is dat beter? Ja, nee, die, uh, ik, ik die wat Bitcoin dit, uh, ben ik niet doorgekomen. Dat heb ik op een gegeven moment maar gewoon geskipt naar het einde. De cryptocast was beter. Maar ik, ik las dus wel dat, dat hij in de tweet, las ik van de tanks trouwens. Uh, in de tweet las ik dat hij door die psychedelica weer tot nieuwe bitcoin inzichten was gekomen. Of zo. Ja, ik zit niet op Twitter. Dus geen idee. Ach, ik weet het ook. Jij zit op X waarschijnlijk. <laughs> ik heb <laughs> nog een blue sky code voor jou. Die kan ik bij Bart niet kwijt, maar ik heb hem nog voor jou. Uh... Ik doe wel een moeite om uh, me om op Noster te vertonen. Helemaal okay. uh... ja, goed. En dan gaan we meteen eens even door uh, uh, het bos. Ja, ik hoor dat jij een slaapfeest in je bos hebt gecanceld uh, deze week. Dat is ja, best. het is, het is uh, prut weer. Uh, dus daarom. Ja. Uh, het is Hoe reageert uh, zo'n uh, bos daarop? Is dan Merk je iets in het uh, ecosysteem? Het is een heel, heel, er... heel boos bos. Ja? Drommels, 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 regen. Nee, ja. ik, ik ben er ook niet geweest, dus dan... Uh, uh, nee, ik dat ik denk, je, bent, je, je monitort dat echt, de droogte, de, de natheid. De... Uh, nee. Nee, daar ja. heb ik al over nagedacht om, uh, om te kijken of ik uh, het helemaal vol kan proppen met sensoren en dat soort zaken. Maar wellicht. Ik heb, ik heb er ook geen haast mee. Hè. Dat is een beetje het ding van zo'n bosje. Uh, ja, het is echt low time preference. Ja, ja. Het staat er morgen met, nog steeds. Het staat er morgen nog steeds. Als ik er over 30 jaar ben, heb ik het over 30 jaar nog steeds. Dus uh, op die fiets. Ja, vet. Nou, Bart, kom ja. maar. Kom maar, uh, jongen. Zoals de mensen weten, ik heb, ik heb een huis gekocht. Ik ben lekker aan het klussen. Dat vind ik ook heel leuk. Uh, maar ik. ik ja, ik heb me gisteren mezelf wel onder stroom gezet. Dat was... Hoe was dat? Ja, dat was een hele ervaring wel. Ik heb het ooit eerder een keer meegemaakt. Um, ik had vroeger een Nintendo DS. En uh, voordat je een soort van gestandardiseerde opladers had. Uh, die je nu tegenwoordig. Ja, is het bijna allemaal wel USB. En uh, heeft Apple nog. Uh, je houdt nog vast aan die Lightning-opladers. Maar dat, dat gaat ook stoppen binnenkort. Als het goed is bij de volgende generatie. Omdat het allemaal EU-regelgeving en noem het maar op. Maar vroeger had je nog van die, ja, van die stekkertjes, van die ronde stekkertjes, zeg maar. Dat waren echt stroomadaptertjes. Ja, anyway, die zat ook op een Nintendo DS volgens mij. Een barrel, en, barrel plug heet dat. Ook. Ja, en toen had ik mijn handen vol op een gegeven moment. En eens uh, een stekker in mijn hand. En ja, als je je handen vol hebt, dan stop je hetgeen wat je niet meer in je handen kan houden in je mond. Althans, dat doe ik altijd. Ja. Het simpel is het. Als jij schroefjes in je handen hebt en je wil ze gewoon even meenemen... dan doe je die schroeven. Ja, een timmerman heeft schroeven, spijkers in zijn mond, whatever. Uh, maar dat deed ik toen ook met die adapter. En toen kwam ik erachter, hé, hey, dan sta je onder stroom. Nou, dat was jaren terug. Dat was een vervelende ervaring. Um, en nu uh, was ik in mijn huis aan het klussen. En je moet het zo zien. We hebben nu één grote woonkamer. Want de hal die erin komt, uh, die moet er nog inkomen. Dus ja, ik ging een lamp ophangen en... Mijn hersenen zeiden ja, die ga je in de woonkamer ophangen. Dus ik had uh, de groep van de woonkamer eraf gehaald. En uh, toen klom ik mijn trapje op en toen pakte ik die kabels vast. En uh, toen kreeg ik een schok. En uh, dat was een heel raar gevoel. Het is een soort van. Je voelt ook de, um, ja, de sinusgolf, zeg maar. Het is, het, is, het, is, het is niet zo. Ja, ik heb het net al uitgelegd jullie. Het is niet zoals je hand in warm water houden. Waar je gewoon constant die warme gloed over je hand voelt. Het was echt alsof je een. Uh, ja, een puls kan je het bijna wel noemen. Niet echt een schok. Maar het was wel heel vervelend. Um, en wat blijkt nu? De Hal die had natuurlijk een aparte groep. En die had ik niet ja. uitgezet. <laughs> en wat, dus, we, wat, wat weet je van de zeg maar, schade? Hoe permanent? Welke zenuwbanen zijn er beschadigd? Nou, ik, heb, ik ben er dus achter gekomen. persoonlijkheden ik, heb je erbij gekregen. Ja. Nou, we zijn er alleen maar afgegaan. Dus dat positief. Je nieuwe inzichten rond bitcoin <laughs> <Z> Er <gekregen. laughs> Zijn er een aantal dood geëlektrocuteerd ge nu? Nee, ik liep net met Albert Heijn, toen pakte ik zo'n winkelmandje. Ik dacht: wat doet dat pijn aan mijn vinger? En toen zat daar een brandwond. Dat is mijn entry point of out, uh, uitgaande punt, weet ik niet. En op mijn andere vinger ook eentje. Dus het is echt als een soort van uh, ET. Is door mijn ene wijsvinger naar de andere gegaan. Ja, was wel vervelend. Maar het lampje hangt wel, uiteindelijk. Dus dat is, uh, dat is dan wel weer fijn. Ik heb gisteren ook mijn Ubiquity-setup uh, opgehangen. Dus ik heb overal wifi. Behalve dat mijn internet nog niet werkt, maar in principe het wifi-netwerk staat als een huis op elke verdieping eentje. Loze leidingen inmiddels gefixt. Tuin met Tom. Tom bedankt. Tom is er volgende week met Tom Stammers. Die uh, heeft geholpen met graven. Ja, ik denk dat we wel echt dat we wel een kuub zand hebben uitgegraven. Ja? ja, ik zweer het je. Maar die zo Tom, gewoon... die heeft ook dat hebben we de vorige keer heb ik dat vastgesteld. Tom heeft zeg maar de, de, de genetica van een bodybuilder. Ja. Hij doet er alleen niks mee. Hij onderarmen. Hè? Dat, ah, dat kwam ook goed van pas. Dat het dat? mooie was dus dat we aan het, uh, aan het graven waren. Ja, we wisten niks te doen. En het was hartstikke slecht weer. Dus we zouden toch maar in die tuin gaan werken. Ja, op een gegeven moment stonden we daar als een soort van... Je had toch vroeger die dansfilm Step Up... Ja. met Channing Tatum. Die stonden dan in, in, uh, op straat in van die plassen te dansen. Ja, jij hebt dat ja. nooit gezien, Constant, maar Daniel wel. En dan stonden ze daar helemaal doorweekt zo'n dans te doen... Ja, zo voelde ik mij ook een beetje ja. Tom en ik stonden daar doorweekt in die tuin... gewoon met de radio aan sexy komen was dat ook hè Channing Tatum toen huh? ja nou ja Tom ook dus wat dat betreft uh, kwam dat mooi overeen nee dus dat hebben we ook gedaan dus het gaat hartstikke goed uh, behalve dus nu en dan een klein klus uh, uh, ja uh, levensgevaarlijk onge ongevalletje. ja het was wel het was dat wil ik nog wel weten als elektricien uh, zitten te luisteren um, dit was dus een, 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 een lampaansluitpunt. Hè? Dus ik vraag me af: is dat nou nog anders dan een stopcontact? Of gaat die hier ook gewoon hetzelfde? Want dan vond ik het oh, echt meevallen. Zeg maar, ik ging niet van mijn stokkie of zo. Ja, nou. Het, ook, het zou ook niet echt heel handig zijn als het een uh, soort van insta kill zou zijn. <laughs> ja, nee, dat is ja. ook weer zo. Ja, en als, dan wil ik ook graag weten, zeg maar die elektriciën kan er misschien ook zeggen, hoe per, hoeveel schade is er nou aan jou Ja, gedaan? precies, want, want ik las wel op internet <coughs> al dat, dat van buiten kan het allemaal nog goed zijn, maar van binnen precies. kan je echt helemaal doorbrand zijn uh, ja. in principe. En, maar, maar op zich, je uit. doet het nu nog wel, dus... Precies, maar ik las al dat je spieren zo erg kunnen contracten dat je botten breken en ja... Het zou zomaar kunnen. Nou, maar ik heb bijvoorbeeld ook een opsluitband op mijn vinger laten vallen. Dat deed meer pijn dan dit. En was ook uh, blijvender, zeg maar. Ik heb nog steeds een blauwe, blauwe nagel ervan. Ja, goed. Kunt anyways, ik, uh, ik heb veel lol in dat huis, moet ik zeggen. Ik denk dat ik gewoon klusjesman word. Ja. Ben je verzekerd, uh, Bart? Tegen wat? Tegen mijn eigen dommigheid. Dat denk ik wel, toch? Ja. En heb je al vervangen geregeld voor jezelf? Mocht je dat dit zijn sollicitatiegesprekken, oh, een soort van de derde ronde, is dit Herbert. <laughs> ja, ja, Herbert, inderdaad, zou het, zou het kunnen. Bert en Payments 2, ja, je weet het niet. Misschien nee, een soort, nee, uh... hij is te weinig inhoud. <laughs> ja. Um, ja, nee, dus dat was deze week. Ja, voor de rest, uh, ja, voor de rest. Ja, we hebben Niks eigenlijk. Um, Donaties ook niet, dat is een mooi bruggetje. Wat we wel hebben is Connect the World. Uh, deze week zag ik langskomen Evan Kaloudes, en dat gaat over Zeus. En dat is natuurlijk wel interessant. Um, Zeus, ik neem even aan dat het, ja, dat moet over de wallet gaan. Ik denk niet dat ja, er als, er, ja, 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 ja. Andere... als er nog iemand die naam heeft ge geclaimd binnen Lightning, dan word ik echt woedend. Ja, ja, dan heb je wel de. Ja, dit is wel ver. Uh. Ja. Gebruiken jullie Zeus? Uh, nee. Nee. Nou ja, het, is ook, het, is ook, het is natuurlijk best wel een specifieke wallet, want je moet hem aan je Lightning Wallet koppelen. Volgens mij, en ik denk dat ze daar ook wel over gaan hebben, is een van de laatste updates er ook gekomen dat dat niet meer hoeft. Dus dat, er, dat het, de, de, de manieren om Zeus te gebruiken wat, uh, wat breder worden. Ja, ik vind het wel een hele fijne app, moet ik zeggen. Nu ik hem eindelijk goed mijn backend heb ingesteld, gaat het echt als een trein. Het uh. was destijds toch ook in de El Salvador tijd dat jij daar was, liep ook allemaal via Zeus, toch? Ja, zeker. Alleen toen had ik die connectie met mijn nood nog gedaan, uh, gewoon met Tor. Oh, ja. En dat, ja, daar kan Zeus niet zoveel aan doen. Maar dan, dan werkt het gewoon eigenlijk voor gemeten. Uh, maar dat maakt niet uit welke wallet je gebruikt. Alles wat je met Tor koppelt aan je eigen noot, werkt gewoon niet zo goed. Um, en sinds, sinds kort heb ik dat um, uh, gekoppeld, of sinds kort, sinds een jaartje heb ik dat gekoppeld aan, uh, heb ik een L2Bit server draaien. En daar kan je dan weer. Hoe heet die standaard ook alweer of die Blue Wallet ook gebruikte? LND Hub, volgens mij. Nou ja, goed, dat is, een hele, dat is normaal best wel lastig, maar dat is een plugin. Ik weet hier helemaal geen rol van, hè, Even voor duidelijkheid. Nee, maar ik, 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 ik draag wel een Piet maar... shirt. Uh... Ja, het komt erop neer dat je dus met uh, um, LND Hub kon je heel makkelijk Blue Wallet koppelen. En het fijne was dat het als add-on in LNBIT Server geïntegreerd was. Dus je kon het eigenlijk heel makkelijk opzetten. En het enige wat je dan nog moest doen, wat wel een hoop moeite kost, is dat je. En bits moet koppelen aan je eigen nood, en dat heb ik nu ook gedaan, en uh, allemaal zonder Tor. Uiteindelijk ja, en dat gaat als een trein, um, dus als ik nu ergens moet betalen, dan werkt het wel gewoon, dus dat is wel erg uh, erg fijn. Behalve als er weer een een of andere boerakachtige burger is, en ik mijn, uh, <laughs> mijn leiding nog niet uh, geüpdate heb. Oké, okay, maar als je dat eens dus wil horen, alleen dan van de founder zelf, ja, dan uh, moet je bij Connected World zijn, en dat kan op Spotify en op YouTube. En op Fountain en op alle andere podcast platformen. gaan wij nu uh, naar de marktupdate van Bert. Ja, zoals we vertelden, hij zit weer ergens in zijn camper, ergens in Noorwegen. Um, ja, ik denk dat we maar gewoon uh, over moeten gaan uh, naar Bert. Bert, take it away. Ja, goedemorgen, daar is hij weer hoor. Bert Slachter hier in Noorwegen, uw vaste reporter uit Scandinavië. Um, ja, ik zit in, in, in Trondheim op een parkeerplaats van een winkelcentrum. Even boodschapjes doen. We zijn onderweg van Noord-Noorwegen naar het zuiden. Um, en um, we rijden al een tijdje over de E6. En dat is wel een grappig fenomeen. Die E-nummers, die zijn in 1975 in Europa, zijn die vastgesteld. En um, in principe de lage getallen, dat zijn belangrijke verbindingswegen. Nou, de E6 die liep oorspronkelijk van Rome via München, Berlijn. Naar Oslo en dan uiteindelijk helemaal naar het noorden van Noorwegen. Nou, dat is nu niet meer. Die E6 loopt nu alleen nog maar aan Noorwegen en Zweden. Um, en, uh, en je kan officieel aan het of het een even of een oneven getal is, zien welke kant die oploopt. Dus de, de, de oneven getallen lopen van noord naar zuid en de even getallen van oost naar west. Maar dat, daar is de E6 dan weer een uitzondering op geworden, omdat hij natuurlijk niet meer naar Rome doorloopt. Dus dat is wel weer even een grappig feitje. Maar dat is dus een officieel grote weg. Alleen ja, hier in Noorwegen kringelt dat, zeker in het noorden, langs alle bergen en door tunnels. En, nou ja, dus als je gemiddeld 70 rijdt, dan doe je het al goed. En als je stel dat je zelf een hele snelle auto hebt, dan, dan rijdt er wel weer een caravan combinatie voor je ofzo. Dus ja, je moet je gewoon een beetje aanpassen. Go with the flow. En, en je hebt fantastisch uitzicht de hele tijd. Je rijdt door nou ja, onbewoonde, woeste dalen met watervallen en, 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 en gletsjers aan beide kanten. Dus het is ook wat dat betreft een lust voor het oog. Maar daar, daarmee zijn wij op weg gisteren 600 kilometer gereden. En dat is, dat is echt al heel veel. Dan ben je echt wel 10 uur onderweg met een stopje hier en daar. Dus um, nou, even snel een boodschapje en dan gaan wij straks verder. Maar voordat wij verder gaan, eerst even een update over de cryptomarkt. Um, en daar is, ja, jullie, jullie raden het waarschijnlijk al. Weer niet zo ongelooflijk veel aan de hand, zeker niet als je je concentreert op bitcoin. Maar laten we het eens even wat systematisch langslopen, eens even kijken wat er allemaal zich afspeelt. Eerst even buiten de cryptomarkt. Buiten de cryptomarkt kijken we vaak naar allerlei macro-economische omstandigheden. Daar gebeurt niet zo ontzettend veel bijzonders. Ook geen heel belangrijke cijfers gehad, in ieder geval niet in de Verenigde Staten. Um, er is wat gepruttel in Japan. De Japanse centrale bank die heeft zijn um, yield curve control parameters wat opgerekt. He, ze wilden eerst binnen 0,5% uh, van de nul blijven, dus tussen min 1,5 en plus 1,5. Dat hebben ze nu dan uh, vergroot naar 1. Uh, naar en nou ja, ze moesten binnen twee dagen alweer ingrijpen, omdat er toch. Ja, wat, wat, wat problemen op de obligatiemarkt waren. Dus dat is allemaal um, ja, niet, heel, uh, niet heel indrukwekkend, zal ik maar zeggen. Um, in de Verenigde Staten arbeidsmarktcijfers gehad de afgelopen dagen, die waren veel sterker dan verwacht werd. Maar daar moet ik ook wel weer meteen bij zeggen dat die maanden later elke keer worden bijgesteld naar beneden. Waardoor het in eerste instantie heel sterk lijkt. En dan achteraf toch toch weer minder sterk blijkt. Dus ja, daar hechten we ook maar niet altijd veel waarde aan. En dat doet de markt ook niet. Markten die, uh, ja, die gaan ook allemaal zonder heel veel volatiliteit, zonder hele extreme schrikreacties uh, zijwaarts. Dan is er naar binnen de crypto-markt kijken. Dat is interessant. En daar gebeuren wel wat interessante dingen, maar niet zo groot dat het dat het alles in beweging brengt. Um, laten we eens even kijken de ETF's. Um, ja, we wachten natuurlijk allemaal nog op uh, um, de BlackRock ETF en al die anderen in het kuulzocht daarvan. Overigens, afgelopen week ook een zootje uh, andere ETF-aanvragen ingediend. Futures ETF's voor op, op uh, Ethereum of Ether. Um, ik zag zelfs een ETF, een strategy ETF, waar Bitcoin en Ether allebei in gaat zitten. Um, ja, ik geloof niet dat de kansen heel hoog worden ingeschat. Maar ja, je weet het niet, um, um, er lijken toch wel dingetjes aan het bewegen te zijn. En dat, dat, dat merk je ook als je naar die Bitcoin ETF kijkt, die spot ETF van BlackRock. Um, de twee mannen van um, uh, Bloomberg, Erik Baltunas en James Seifert, die, die commentaar leveren hierop. Die hadden um, nou ja, een aantal maanden geleden hadden ze de inschatting op 1% staan dat de spot ETF zou worden goedgekeurd. Dat was toen alleen nog die van ARK. Toen kwam BlackRock te mee. zei ze: Nou, dan, gegeven het feit dat een BlackRock zich hier aan wil branden, durft te branden, dat ze uh, dat durven te doen, zeggen wij 50-50 kans. En uh, gisteren zeiden zij: Nou, wij gaan onze, uh, wat zeggen ze nou? Um, uh, uh, Our approval odds, hè, dus onze gok, onze inschatting verhogen naar 65 van 50. Laten we zeggen, twee derde kans. En de reden is: nou, ze geven daar een stukje uitleg op Twitter, eh, of, oh, eigenlijk op een Bloomberg-terminal, maar dat doen ze heel aardig voor ons: even een screenshotje op Twitter. Want volgens mij kost zo'n Bloomberg-terminal eh, nou 30.000 euro per jaar of zo om dat, om dat toegang toe te hebben. Um, en ze zeggen van nou, een aantal ontwikkelingen, Gary Gensler die downplayed zijn rol bij de SEC. Hij zegt van ja, um, het is een commissie, uh, het is een commissie die de beslissingen maakt en uh, neemt, de beslissingen neemt uh, de, en, en niet één persoon. En met andere woorden, hij, hij, hij realiseert zich of hij weet ook wel dat hij wordt gezien als een grote scherpe um, um, opiniedrager van, van anti-crypto en... en um, um, maar hij zegt, ja, weet je, het gaat niet om mij, het is een commissie. En we weten allemaal dat er in die commissie uh, best een aantal mensen zitten bij de SEC die sterk voorstander zijn. Hè. Dus uh, Hester Peers bijvoorbeeld. Maar uh, de laatste tijd hebben zich nog twee anderen ook hierover uitgelaten, die, zei, die hebben gezegd. met, met, met minder sterke boordingen, dan, dan Hester Peers, overigens hoor. Maar dat ze wel vinden dat hij er zou moeten zijn. Um, ja, en, en de, de grayscale doet blijkbaar nog wel dingen, waardoor zij alles overwegende tot de conclusie komen: hé, hey, uh, niet 50%, maar 65%. Het is niet iets wat zo belangrijk is dat de markt dan zegt: van oké, okay, hartstikke idee. Gaan we um, uh, uh, zeg maar een andere structuur in? Hè, de, we blijven gewoon. Um, in, de, in het prijsbereik waar we zaten, daar zullen we straks nog even naar de, naar de koersen kijken. Um, maar het is even noemenswaardig: nou, de rechtszaken tegen Coin, Coinbase en Binance: um, heb ik niks nieuws over te melden. En de rechtszaken van Grayscale tegen de SEC: eigenlijk ook niet. En ook niet in het procedure van Grayscale: dus daar alles rustig. Dus vandaaruit geen nieuws. Um, Verder in de cryptowereld, als je wat, eh, wat van bitcoin afgaat, de, 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 de altcoin wereld. In, daar gebeurt wel een boel. Um, maar zoals je zo meteen zult zien, heeft dat allemaal waarschijnlijk niet zo heel veel invloed op jouw portefeuille. Namelijk, laten we zijn met eentje beginnen. ze komen misschien straks ook veel uitgebreider nog langs. Of uh, in, het, um, in het nieuws hoor, dat zou kunnen. Maar ik noem ze even in de context van de markt. Um, Richard Hart is aangeklaagd door de SEC. Hij is de. ...oprichter en um, uh, dictator van Hex. Hex is een scam, een fraude uh, project. Um, Richard Hart is een scammer. En hij wordt daar dus nu ook voor aangeklaagd. Er zijn al mensen, er zijn zeg maar... Uh, um, uh, ...mensen die iets meer uh, weten, begrijpen van, van, van hoe die dit soort wetten werken. En die zeggen, joh, die Richard Hart die kijkt misschien wel aan tegen... Um, een levenslange gevangenisstraf. Ja, dus het is wel serieus. Um, Hex, Pulse Chain en Pulse X. Dat zijn drie projecten van Richard Hart. Die alle drie... Um, ja, uh, hiermee, waarmee hiermee heel expliciet wordt gemaakt. Dat er weinig muziek meer in zit. Maar die zou je um, toch al niet in je portefeuille moeten hebben. Dus als het goed is, dot, doet het je niks. Er waren problemen bij Curve. Curve is een DeFi-project... Een decentrale exchange voor stablecoins, speciaal bedoeld voor stablecoins. Um, daar zitten bijvoorbeeld een aantal stablecoins bij elkaar in een, in een pool, in een liquidity pool. En die, um, uh, als de verhouding tussen die stablecoins verandert, verandert de onderlinge koers, waardoor. Uh, mensen geïncentiveerd worden, geprikkeld worden om dat verschil goed te maken, waardoor daarmee stablecoins stabiel worden gehouden ten opzichte van elkaar. Dus dat is een interessant mechanisme. waardevol mechanisme, wordt op allerlei plekken weer, weer gebruikt. Hè. Dus je moet Decentralized Finance zien als een soort blokkendoos, als een soort Lego-doos, met Lego-bouwstenen, vergelijkbaar met hoe Linux of Unix is opgebouwd. En er zijn allerlei hele kleine programmaatjes die een hele specifieke taak, functie hebben en die weer door allerlei andere programmaatjes gebruikt worden. Um, he, dus niet monolithisch, maar uit allerlei componenten. Nou, zo, zo. Dat is ook het gedachtegoed van DeFi. Ja, dus Curve doet maar één ding en dat is, he, dat is een beetje het idee uh, die stablecoins uh, ten opzichte van elkaar uh, in balans houden of verhandelbaar maken. Nou, we zeggen een mooi protocol, maar de, 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 de oprichter daarvan: ja, hier krijg je, dus altijd bij DeFi is het, ja, dat is best mooi, maar, nou, achter deze maar staat dat de oprichter, nou, ik geloof nog 40% van de curve tokens of zo had. En die curve tokens, die, dat zijn denk ik governance tokens. Ik weet het eigenlijk niet eens precies of ze ook um, een gedeelte van de inkomsten vangen. Ehm. Um, maar waar het om gaat is, er was een hack bij Curve, waardoor het Curve token minder waard werd. Nou, en die oprichter die had een hele hoop Curve tokens gebruikt. Dus onderpand voor leningen, die hij had gedaan om dikke, volgens mij om huizen en weet ik wat te kopen. Um, maar die leningen, die, het is een stuk allemaal on-chain, dus iedereen kon zien, hé, hey, die leningen die staan binnenkort onder water. Dus daar zag je wat onrust rondom Curve, rondom de protocollen die daar dan weer bij betrokken waren, zoals Aave. Um, het lijkt met een sisser af te lopen. Hij heeft een, een boel afgelost van die leningen en het Curve token herstelt er wat in koers. Andere protocollen lijken niet echt een koersrommeling te zien. Dus um, uh, nou, geen groot besmettingsgevaar schat ik nu in naar de rest. Ook niet naar Ethereum, ook niet naar Bitcoin. En um, voor je eigen portefeuille, ja, je zou toch al niet al te veel Curve erin moeten hebben. Hè, als je al iets... Uh, iets kiest van, oké, okay, laat ik zo zeggen, als je je portefeuille indeelt, al die DeFi-projecten zijn uh, speculatief, experimenteel, dan zou je hooguit een mandje moeten van moeten hebben. En dat het een klein gedeelte van je portefeuille is, dus nou, het zou je ook niet al te veel moeten raken. Ja, iets anders wat we zagen langskomen is um, een project op Coinbase, een nieuwe uh, uh, chain, Base heet die. Het project heet Bolt, dat bleek een rugpool te zijn, er was veel commotie over, nou zou je ook niet in je portefeuille moeten hebben, dus het zou jou als het goed is ook niet raken... en het heeft ook niks besmet naar de rest van crypto, dus ook daar verder geen gevaar. Um, rechter Torres, van die een uit, de uitspraak deed over SEC versus Ripple... die heeft dingen gezegd waardoor mensen zeiden... Ah, Ripple is geen security en positiviteit en noem het maar op. En nu is er een andere rechter die er ook wat over zegt... waardoor dat toch weer op losse schroeven komt te staan... Je zag weinig reactie in de markt daarop. Ik had eigenlijk verwacht, um, want het, het, het Ripple die, die schoot omhoog en niet alleen Ripple, maar ook een aantal anderen. En ik denk, nou, als dan nu, als er ook maar enigszins twijfel komt aan die uitspraak, want er moet nog heel veel volgen in die rechtszaak, dan keldert alles weer. Maar dat viel eigenlijk wel mee. Dus ja, de markt is niet heel zenuwachtig wat dat betreft, geloof ik. Nou, prima dus. Um, dus vooral heel veel dingetjes die op zichzelf iets zouden kunnen betekenen in de markt, maar dat niet doen. Nou, MicroStrategy die heeft aangekondigd: ik ga 750 miljoen dollar uh, uh, ophalen in de markt en daar bitcoin van kopen. Nou, dat is natuurlijk bullish. In de zin dat, ja, dat zorgt gewoon voor extra vragen in de komende maanden. Wanneer dat precies gaat plaatsvinden, weten we niet. Maar ja, dat is mooi, waarschijnlijk. Ehm. Um, ja, wat kwam er langs? Iets van KPMG, die wat zei over dat bitcoin oké okay is, want ESG. Hè? Dus um, zeg maar de, de duurzaamheidseisen. Nou, ja, dat is wel een soort van um, uh, tweede domino. Hè? Dus de eerste was Larry Fink, de CEO van BlackRock, die zei... Ja, ik vind bitcoin eigenlijk wel oké. Okay, het is een international asset. Het is een soort digitaal goud. Het zou onderdeel moeten zijn van je portefeuille. Uh, en het, of hij dat nou zegt uit puur opportunisme, omdat hij die zelf die, die ETF wil... En of dat hij zelf bitcoin heeft gekocht en zijn portfeil mogen kletsen. I don't know of dat hij echt meent en het licht heeft gezien. Maar het is een soort van uh, stempel van goedkeuring. En dat KPMG, nou ja, het zijn natuurlijk medewerkers van KPMG. Het is niet KPMG die als wereldwijde organisatie een soort statement maakt. Maar het is wel een paper of een, 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 een uiting onder de vlag van KPMG. En daar gaan, ze hebben echt wel mensen naar gekeken. Zeker met zo'n soort onderwerp. Um, en die zeggen eigenlijk van ja, het, het, het is, bitcoin is oké. Okay. Het, het draagt op allerlei manieren ook bij, juist aan ISG. Uh, aan en dat is weer zo'n ja, soort extra argument. Hè, of er wordt een soort onzekerheid weggenomen voor de wat meer professionele investeerders. Nou, dan moet je bij institutionals en zo, hè, dus zeg maar, grotere beleggingsfondsen en pensioenfondsen. Um, denken dat dat één klein zetje is in een hele lange. Uh, afwegingswikken en wegentocht die nog jaren gaat duren. In de meeste gevallen misschien, uh, misschien nog wel uh, tien jaar of zo. En er zijn totaal nog lang niet toe aan ook maar één uh, zat in hun portefeuille. Maar bijvoorbeeld voor um, vermogende personen, de high net worths... Um, de, de, ...of de, fam, de rijke families, hè, de family offices die dat dan beheren... ...of sommige hedge funds daar kan dit wel weer net even het om, de, 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 de de omslag zijn zeg maar dat waren dat zijn partijen die veel sneller schakelen die hebben verder die beheren hun eigen vermogen die zitten daar misschien ook wat opportunistisch in maar hebben vaak wel iets van een um, ja, bepaalde verantwoordelijkheidsbesef we willen niet zomaar in alles investeren zeker family offices die beheren vaak het vermogen van iemand die iets opgebouwd heeft zoveel generaties geleden ja die hebben heel vaak toch een... Blik van we willen iets goeds doen voor de wereld, hè? en en nou ja, dat is Bitcoin, denk ik ook. Hè? Bitcoin is een force for good. Het is een kracht ten goede voor allerlei mensen in de wereld die in, de, in problemen zijn. Eh, voor um, uh, mensen die hun geld hebben, wat stuk is nou ja, We hebben. Het daar heel vaak over gehad. Um, uh, uh, ja, en, en dat zijn dan de social en de governance letters van ESG. En dan is er nog het environment stuk, hè? dus het de, de, de milieu. Um, uh, gedeelte en klimaat is natuurlijk een groot, grote rol speelt daarin. En dat is dan iets waar KPMG wat over gezegd heeft. Dus voor, voor die groepen kan het wel wat betekenen. dat zijn geen partijen die dan de dag daarna naar hun broker stappen en een market buy doen van 100 miljoen. Uh, dat zijn ook zelfs dan zijn er nog processen die maanden of kwartalen duren. Um, uh, dus uh, ja, voor, dit is niet iets wat aan een minuut zorgt voor vraag op de markt, maar het is wel, um, wel positief. Laten we ten slotte nog even kijken naar um, de Bitcoin-koers. Dat, dat moeten we natuurlijk wel even doen. Laten we beginnen even met de monthly candles, want de maand juli is gesloten. Ja, licht, lichte daling in de maand juli. Um, begon openend op 30.477, 30,5 en eindigde op 29.200, 4 omlaag in de maand. Ja, en dan kijk ik naar april bijvoorbeeld. Die opende op 28400 en die sloot op 29,200. Dat was 3% omhoog. Dus dit is gewoon zo'n soort. Kijk, als je naar de grafiek, de maandgrafiek kijkt, hè, dat elke kendel een maand is, dan is het een heel klein kendeltje. Um, er is niet zoveel gebeurd, zou je kunnen zeggen. We zitten nog steeds boven het 20 maandse gemiddelde. Dat wordt wel gezien als een ja, goede scheidslijn tussen boel en bearmarktcondities. Dus dat is op zich. Ja, constructief zou je kunnen zeggen. Hè. Het is niet zo dat er een fake-out is geweest. Even erboven en nu weer eronder. En uh, um, uh, we, gaan, we gaan gegarandeerd verder naar beneden. Sowieso is het natuurlijk geen kwestie van garanties. Ook de, 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 het momentum op de, maandelijkse, op de maandelijkse niveaus is nog gewoon positief. Hè. De MACD bijvoorbeeld is positief gekruist en heeft een aantal groene. Um, uh, ja, histogrammetjes getekend nu en, en, en ja, weet je wat dat betreft, um, is er niks aan de hand op het niveau van maanden is er niks aan de hand. Ga je ietsjes verder inzoomen, um, en met niks aan de hand bedoel ik dat, um, kijk, want we zitten natuurlijk in de fase van de marktcyclus dat je heen en weer geslingerd wordt tussen hoop en vrees is het spreekwoord, hè? hoop en vrees, maar tussen hoop en moedeloosheid, dat zijn officieel de emoties op die marktcyclus. En bij moedeloosheid hoort van, um, oh, he, we hadden verwacht dat we nu toch verder gingen stijgen, toch weer niet, weet je wel. De moed je in de schoenen. Um, en daar hoort dit natuurlijk wel een beetje bij. Hè? Um, en daar hoort ook bij dat mensen zich afvragen van, zou het misschien toch niet afgelopen zijn met die Bearmarkt? Gaan we niet toch nog terug naar die 15k of lager? Nou, op de maandgrafiek is daar geen aanleiding voor om dat nu te denken. Ja, er is verder geen, geen bewijs dat dat ondersteunt. Gaan we naar de, uh, ja, ik heb hier vier uur of de dag of zo, daggrafiek. Ja, daar ziet het er gewoon een beetje zwakjes uit. Het bloedt een beetje naar beneden. Hè. Ik moet zeggen, um, het is ook niet heel dramatisch. De laagste koers die ik zag was 28,5. Dat was ook de hoogste koers die we zagen in. Uh, laatste weken van mei en begin juni. Uh, eigenlijk in de periode voordat de, de BlackRock ETF-aanvraag kwam. Dat ging van 24.000 naar, naar 32.000 omhoog, die koers. En je zou kunnen zeggen, nou, we hebben een, een weerstand nu als steun getest. zou kunnen. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, het, gaat, het zijn elke keer op de dag en de vier uur grafiek lagere toppen, lagere bodem. Zit in een, in een, in een ja, korte termijn downtrend. En dat betreft ben ik wel benieuwd hoe dat uitpakt. Hè. Ook als je kijkt naar cyclussen waar we wel eens naar kijken. Ja. We um, zitten toch in de tweede helft van de huidige daily cycle. Als die nu al gepiekt heeft, dan zou het een left translated cycle kunnen zijn. Dat betekent dat is een teken van zwakte, zeker um, in een nieuwe weekly cycle. Dus dan zou je kunnen zeggen: dan zou je misschien nog een lagere koers verwachten dan 24.750. Dat is een optie. En dat we de weekly cycle toch achteraf nog gezien een stukje verder trekken, dat zou wel bijzonder zijn, onverwacht. Een andere optie is nog dat je wel de komende week weer heel een heel stevige stijging gaat zien. En dat is wel een soort patroon wat we eerder dit jaar ook hebben gezien. Um, dat je best laat in de cycle toch nog een, uh, een flink stuk omhoog gaat. Dus wat dat betreft ook, ja, ik kan daar weinig nu van maken. Ik zou zeggen, het is duidelijk vakantietijd, het is duidelijk komkommertijd op de markt. Volatiliteit is heel laag. Volumes zijn niet al te hoog. Ja, het is ook een beetje een tijd van. Um, en je zegt, het was een tijd van kopen, een tijd van verkopen, een tijd van vissen of zo. En ga even lekker vissen. Dat zijn we ook aan het doen trouwens in Noorwegen, hier in de, in de zee. Um, wel grappig, mijn zoons die hebben zo'n mooie uh, werphengel met zo'n aasje eraan voor zeevissen. We stonden een, een uurtje te vissen op de kade in uh, de Lofoten ergens. kwam onze buurman Niels... Een hele leuke vent, die woont nu in Zweden, maar stond oorspronkelijk in Nederland. Die gooit zijn heggeltje uit en heeft binnen een minuut een dikke makreel te pakken. Dus ja, het kan verkeren, maar het is wel leuk om te doen zo. Dus een uh, tijd voor vissers, dat gaan wij weer doen straks. Ik hoop dat jullie ook de, de weken goed doorkomen en niet heel zenuwachtig of moedeloos naar die markt zitten te kijken. Um, het, is, het is zomertijd. En uh, ja, weet je, ik denk over een maand dan, um, dan, uh, dan kijken we aan weer naar een markt waarin veel meer gebeurt. Niet alleen Bitcoin of Crypto, maar gewoon alle financiële markten. En um, dan zullen we wel zien hoe het dan uitpakt. Dus ik zou zeggen, tot volgende week weer. Air. Ja. En dat was onze bed weer. Nou, daar heeft het over van alles gehad. Gaan ja. we eens even kijken waar wij nog op uh, verder gaan? Zal het curve worden? Ja, dat denk ik wel. Met constant erbij. Die E-wegen, er e toch? Ja, daar moet je wel mij voor hebben. Ja, ja die E-wegen. Jij wilde even op die E-wegen. Ja, ik, vind die e -wegen, ik heb dus nu ook even de Wikipedia erbij. E6 kan inderdaad bevestigen dat dat van Rome naar München, naar Berlijn, naar Oslo, naar Tjordal, naar Volland. En naar Kierkenes gaat in Noord okay. Ja, dus dat is gewoon wel echt interessant om even mee te pakken. Ja. Um, en ik ben dus een keer bij de E17 Snack geweest in België. Dat is langs de weg. En ja, dat, is, dat lijkt me het zou langs, een beetje gek langs, zijn als dat. Uh, langs welke weg? Uh, ja, langs de E17. Is dat, oh, zelfs, dat zou wel gek zijn als het dan ergens in het midden of nowhere ja. gewoon Ja, geen weg, echt te goed. Echt, maar echt, joh. dat is echt een zalige kid, zouden ze in België ja. zeggen. Duur is het misschien ook een ja, keer geweest. Ik denk het wel, ja. <laughs> maar dat is echt. Ik kan me daarvan van herinneren. Ik was er met mijn ouders en dat was. Heel grimmig gevoeld. Het was echt niet de bedoeling dat wij daar waren. Ja. Nou, ja, dat vind ik. Dat, dat staat mij dan bij. Als ik aan zo'n E weg denk. Misschien nou, zijn er nog wel meer mensen. Als je ook nou, in de E17-snack bent geweest. moet je mijn bericht sturen op Telegram. Je voelt je het liefst ongewenst. Dat is wat ik hier uh, uit opgelegd. Nou, vind ik wel. Het heeft iets spannends. Ja, dan moet je eens een keer bij. Um, gaan kijken. Dat zit uh, bij de Kuip in de buurt in Rotterdam. En daar zit dus ook een een of ander... Uh, ...eat-center of restaurantje. De beren. Ja, nee, ja, dat, zit, dat zit er ook. Maar er zit, je hebt aan zo'n weggetje... een zo hele oude zit daar. Ik zal het zo eens even opzoeken... ...als een van jullie met een, uh, met een verhaal bezig is. Dan zal ik hem eens even... Uh, ja, de beren zitten er ook... ...maar dat is niet degene die ik hier uh, bedoel. Ik zit helemaal in te zoomen. en Hij kan die vinden. Maar daar dat, dat uh, ik heb zo het idee, als je daarheen gaat, dat is ook echt zo'n token waar alleen maar vaste gasten zitten. Waar je, en bij Zuidplein zat er ook zo in. Er zit een café onder Zuidplein. Waar ja, je dus echt niet welkom bent als je daar als. Nee. Ja, ik was vroeger ook vet. nooit welkom ja. bij, bij het café op het dorp. Waar, waar in ik In Goerhee of Flakken. Nee, ik kon daar alleen maar sigaretten halen. En uh, dat, ja, dat vonden ze nooit zo'n goed idee. Dat snap ik ook wel. Want ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk een beetje de leeches van zo'n een tent. Ja. Um, anyway, terug uh, naar de podcast. Um, uh, ja, voordat we verder gaan met het nieuws, uh, wil ik even onze andere sponsoren bedanken, die deze aflevering natuurlijk mogelijk maken: AnyCoin Direct, Watson Law, CoinMers, Amdax, Finst en onze hoofdsponsor Pit Favo. All right. Ja, ik heb een aantal uh, onderwerpjes, een aantal nieuwsonderwerpjes onder, uh, onder elkaar staan die ik wil behandelen. En, Constant, jij wilde. Een Bitcoin-college gaan geven. Dan ben ik wel benieuwd hoe je dat. Uh... Ja, ik dacht, ik zit niet meer in de Telegram-groep. Dus het begon wel een beetje te kriebelen. Ja. Uh, dus ja. Ja, ik vind het een goed idee. Ze zullen, zullen we anders daarmee aftrappen. Gewoon prima. Maar er zijn wij. Ja, wij zijn echt toehoorders. Hè? Je hebt ook niks nee, 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 nee ik, maak, maak het, ik maak het super interactief, natuurlijk. Ja, ja oké. Okay, nou, ik zou zeggen. Nee, je gaat het, ons uh, voor de bus gooien met vragen die we dan eigenlijk zouden moeten weten, maar niet weten. Prima. Een beetje zoals LND-hub. Ja. 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 Nee, um... Volgens mij afgelopen week kwam er een podcast online van Blockstream over uh, Simplicity. En uh, dat in combinatie met een aantal andere podcasts die in de afgelopen tijd uh, gekomen zijn, dacht ik van, nou misschien kan ik daar, uh, kan ik daar iets van maken. En uh, ik begin dus even bij Simplicity, want ik wil echt een beetje de tijd door. Mm -hmm. En uh, Simplicity is de uh, een mogelijke toekomst, dus een horizon die, uh, die, die geschetst wordt. Uh, dus uh, de eerste vraag is: uh, Wat weten jullie van Simplicity? Ja, niks. Ik, Alleen maar dat uh, een, ik ga de taal in. toch? Ja. Uh, Bitcoin. Uh, Satoshi Nakamoto heeft Bitcoin in elkaar geknutseld. Nou, er zijn een aantal componenten aan, uh, aan, aan Bitcoin. Dus je hebt het con consensusmechanisme. En uh, dat, uh, dat je zo'n blockchain, uh, blockchain gebruikt. En vervolgens dat je dan uh, met dat netwerk dat je transacties kan doen. En. Uh, met die transacties, dat uh, wordt gedaan met, met, uh, op basis van script. En dat, is dat zijn de smart contracts die, uh, die gebruikt worden. Dus eigenlijk iedere bitcoin transactie is, is een smart contract. En een script is gewoon een stukje, een stukje logica dat afgewerkt wordt. En de conclusie is of uh, juist of onjuist. Uh, wat dat betreft vrij binair. En de bedoeling is dus dat het juist is en dan is het geldig. En dat, uh, dan heeft, kan iedereen voor zichzelf controleren of het daad, in, dat daadwerkelijk klopt... En dan uh, is dat dus een geldige transactie die in dat blok zit, blijkbaar. Nou, en dat uh, script, daar is niet, uh, ja, dat is een beetje de vraag van hoeveel aandacht is daar naartoe gegaan. Um, maar niet bij zoveel aandacht, daar is ook een beetje, uh, in eerste instantie was dat vrij open, er waren best wel veel mogelijkheden, dat is in een redelijk korte tijd is dat dichtgetimmerd. Het heeft ermee te maken dat op het moment dat jij hele complexe dingen daarop gaat zetten, uh, vereist dat ook dat de rest van het netwerk al die complexe dingen gaat doen. Dus dan uh, uh, kun je kan makkelijker fouten maken, al dat soort zaken. Dus dat is uh, redelijk snel is dat aan het begin al uh, dichtgetimmerd uh, naar, naar vrij basale, uh, basale use cases. En uh, vervolgens is daar niet echt veel mee gebeurd. En ook qua ontwikkeling is er niet echt heel veel gebeurd. We hebben uh, multisig... En ja, hebben we nou echt heel veel multisig dingen? Dat is allemaal toch wel een beetje ingewikkeld en het is wel beter geworden over tijd. Maar uh, doen we nou hele complexe, fancy dingen met Bitcoin? Nee. Nou, dat heeft een aantal redenen. Uh, en onderliggend daaraan is dus dat eigenlijk uh, op het moment zou je voor zoiets als script. Uh, daar zou je gewoon eens goed voor moeten gaan zitten. En dat is gewoon uitzoeken van, oké, okay, hoe, wa, hoe zouden we dat moeten maken? En dat heeft voornamelijk ook mee te maken dat je bitcoin eigenaardig is, dat het, het, het stelt specifieke eisen. Het is gewoon, het heeft gewoon, je moet zeker weten uh, uh, wat je doet, dat, je, dat er geen fouten insluipen dat er geen bugs in zitten. Want als jij maar die transactie gemaakt hebt, dan uh, is die onomkeerbaar en als het misgaat, dan ben je geld kwijt. Dus uh, er, zit, er zitten hele hoge eisen, worden er aangesteld. Ja, en, en als het misgaat. Uh, bij het programmeren, zeg maar. Ik bedoel, we hebben ooit een keer een bug gehad waardoor de 21 miljoen. Uh, ja, inflation bug, ja. Uh, aangepast zou kunnen worden. Dus dan ben je niet alleen. dan ben je iedereens geld kwijt. Ja, dus, ja, dus niet... dat, zit, dat zit dan op andere plekken. Dus dat hebben. Uh, 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 op andere plekken in Bitcoin. Oké. Okay. Dus er uh, uh, zitten dus. Uh, dat, dat, dat gaf ik aan, zo van, uh, oké, okay, je hebt dat consensusmechanisme mm -hmm. met... Uh, dus misschien werkte de difficulty adjustment niet, weet je wel, dat er daar een bug in zit. Of er kan een, uh, er kan een bug in zitten in hoe die blocks worden opgebouwd en uh, al dat soort zaken. Mm -hmm. um, en dit gaat dan specifiek over, uh, uh, dus over het script en dus eigenlijk over die, de, het valideren van, uh, uh, van de transacties. En... Uh, nou, dat, het zou dus fijn zijn als iemand daar eens, gewoon eens goed voor gaan zitten en zegt van oké, okay, nou, hoe zouden we dit eigenlijk willen hebben? Nou, dat heeft, heeft ook iemand gedaan. Uh, de naam ontschiet me nu zo 1, 2, 3. Wie dat in eerste instantie heeft gedaan, maar dat maakt niet ver uit. Uh, volgens mij rond 2013 eigenlijk al en speelt dit. Dus dit, dit idee, op zijn minst, bestaat dus nu al tien jaar. En uh, men is er ook al tien jaar mee bezig. In zekere zin bestaat het ook. Uh, volgens mij is het ook al geïmplementeerd in uh, Liquid. Dus dat is het sidechain netwerk van Blockstream. Het zijn ook de Blockstream-mensen die, uh, die hier aan werken. En uh, nou, dat is dus eigenlijk de scripttaal, de, script de, de prog programmeertaal voor de smart contracts. Alleen dan goed uitgedacht. En het idee daarvan is dus dat, je, uh, dat de mogelijkheden weer redelijk open, uh, open en breed zijn. Dus dat je weer heel, heel complexe dingen uh, kan gaan doen. Um, maar op een manier die heel goed te verifiëren is. Dus dat jij zeker weet dat wat jij bedacht had, dat het ook precies datgene is wat er in de code staat. Uh, en dat er niet onverhoopt allemaal fouten insluipen of uh, uh, bugs of dingen die, je niet, uh, dingen die je niet voorzien had. Een ander element daarin is dat um, het je in staat stelt om heel juist te definiëren of te voorspellen eigenlijk wat de computer resources zijn die gebruikt worden. Dus in een computer zitten, uh, zitten, zitten dingen als RAM en uh, uh, CPU cycles en al dat soort zaken. Uh, en afhankelijk van wat voor soort programma het is of wat voor soort code het is, verbruikt het meer van het een of verbruikt het meer van het ander. Nou ja, bij een transactie heb je eigenlijk alleen maar de omvang, dus het aantal bytes. Uh, maar qua impact op het netwerk spelen die andere dingen ook een rol. En uh, simplicity uh, is eigenlijk meer dan alleen een taal. Het is ook een engine, zoals dat heet. En die uh, stelt je dus in staat om eigenlijk dat de, de, het verbruik van hoeveel computer resources het heeft, dingen te simuleren. En daar gewoon een mooi rapportje over uit te geven. Van, nou, oké, okay, zoveel computer resources verbruikt het. Zodat miners vervolgens uh, beter geïnformeerd zijn en een beter oordeel kunnen vellen. Zo van, nou, eigenlijk, hoeveel, hoeveel fees willen we hier nou voor? Nog los van, de, uh, los van die bytes die er. Uh, uh, die het in omvang heeft. Nou, uh, dus dat was, een, dat was een voorwaarde. Nou, het goed formeel kunnen verifiëren uh, was een voorwaarde. En uh, dat is dus allemaal gedaan. En een van de andere uh, aspecten. die er dan nog bovenop komt. is dat we binnen Bitcoin. zijn, uh, zijn er veel, best wel veel beperkingen. op een transactie. Namelijk hoeveel operaties je daarin kan stoppen. Überhaupt al de, de omvang die het heeft. Er zijn er alle, alle kanten links en rechts. Zijn er zijn allemaal beperkingen. Dus je kan niet oneindig grote transacties maken. En uh, dat betekent dus ook dat. Al zou je in theorie hele complexe dingen kunnen doen. Dat je kan simpelweg gewoon niet de hoeveelheid code uh, kwijt. in een transactie. om die complexe dingen ook daadwerkelijk te doen. En daar hebben ze ook een oplossing voor bedacht. Uh, ook mede vanwege het feit dat de. Uh, Taal zelf uh, redelijk inefficiënt is, maar dus heel goed te verifiëren en dat soort zaken, maar is niet, het is gewoon geen hele efficiënte code. Dus een van de dingen die ze erbij bedacht hebben, uh, is dat je uh, de code in eerste instantie, maar het contract eerst schrijft in simplicity. Dan weet je dus van links en rechts alles wat er van binnen en buiten helemaal hoe het in elkaar zit. En dan kan je dat vervolgens weer vertalen in een uh, snellere uh, uh, programmeertaal, zoals C bijvoorbeeld. En uh, dan je kan die, die, die een-op-een uh, één één relatie, dat het exact hetzelfde is, ook in C, die is redelijk eenvoudig te maken. En vervolgens zeg je: van oké, okay, nou, we hebben dit stukje code, bijvoorbeeld uh, een snor-signature. Dus het, uh, het, het verifiëren met, met snor-signatures of ECDSA... of allemaal operaties die je moet doen tijdens, uh, tijdens zo'n stukje script. Uh, die schrijf je dan in C en dan zijn ze super efficiënt. En dan eigenlijk wat je dan doet, is vervolgens verwijzingen erin stoppen. Dus je zegt gewoon van. Uh, nou, nu wordt er snor gedaan en in plaats van dat je snor uitschrijft in Simplicity, zeg je gewoon, wij doen nu snor. En dan uh, heb je een soort van library eigenlijk, een lijstje met van, nou oké, okay, snor betekent dit, dat is dit stukje C-code. Waardoor het, je beschrijving in je contract zelf veel kleiner wordt, want je bent niet alles expliciet aan het beschrijven, je doet eigenlijk alleen maar verwijzingen. Uh, en die, die verwijzingen die zijn vervolgens wel heel efficiënt. Nou, dat zijn dan uh, zogeheten JETs. En uh, wat is nou de crux van het verhaal? Dat het idee, eigenlijk is: het achterliggende idee met simplicity dat je omdat je vrij bent in uh, qua mogelijkheden en complexiteiten die je kan programmeren uh, en wel al die aan, aan al die voorwaarden die je kan voldoen, uh, zoals je zoals het zeker weten dat het allemaal goed zit, et cetera, um, hebben we geen soft forks meer nodig en. Uh, van dat verhaal wil ik eigenlijk een beetje teruggaan. Uh, in de tijd van Bitcoin, hoe zit het nou met die soft forks en welke dingen spelen daar? Kunnen we hier even pauzeren? Uh, ik heb er één vraag. Ik zal het even, op ook even opschrijven waar we dan uh, gebleven zijn bij de soft, uh, soft forks. Nou, ik wil wel eens weten van wat. Uh, Oké, okay, uh, we zouden dus meer uitdrukkingskracht willen in de smart contracts van bitcoin... zodat we mm -hmm. allemaal complexere zaken kunnen doen. Kan je eens een paar dingen opnoemen die... die handen, wat, wat zou kunnen wat nu nog niet kan? Of wat zou beter kunnen wat, wat we nu wel al kunnen? Of wat zou efficiënter kunnen? Of wa, wa, waarom willen we dit? Ah, um, uh, nou ja, een, een, een voorbeeld is uh, bedragen. Dus je hebt, nu is het zo, als jij uh, een transactie doet en je hebt dan die inputs, dat zijn je UTXO's. Ja. Je moet die hele UTXO, die, die geef je uit. En die herdefinieer je vervolgens weer aan de, aan de outputkant. Um, maar je kan niet um, een voorwaarde stellen van welk deel van het geld in die ene UTXO naar de andere UTXO's toe gaan. En dat zou, dat zou bijvoorbeeld wel, uh, wel een mogelijkheid zijn. Dus dat je, dat je zegt van nou oké, okay. uh, dus als je bijvoorbeeld een UTXO gezamenlijk zou gaan beheren, dus we hebben 10 mensen die hebben sleutels voor één UTXO. Dat je uh, in het, de voorwaarden om het uit te kunnen geven zegt van uh, 10%. Dus deze sleutel mag, uh, mag ondertekenen, maar die mag alleen maar 10% uitgeven. Waardoor dus de, de, het meteen beperkt is en die, de, die, die andere 9%. Die, die halen gewoon hun schouders op op het moment dat die transactie wordt ondertekend. Want het, het gaat hun 90% resterende 90% niet aan. Want hij kan alleen maar 10% uitgeven. Ja. Nou, dat zijn. Uh, en dan heb je het dus op contractniveau heb je dat afgedicht. Dat zou je in principe nu ook kunnen doen. Maar dan vereist het een bepaalde mate van coördinatie. Namelijk dat die ene persoon zegt: ik wil het geld uitgeven. Nou, oké, okay, is goed. Maak maar een transactie. En dan moeten die andere negen moeten dat of. Achteraf, zeg maar, dan, dan gaan goedkeuren en ondertekenen. Of vooraf, moet je dat allemaal al bedacht hebben. En vooraf allemaal uh, transacties, uh, dus dat zijn dan pre-signed transactions. Ja. Uh, dus vooraf al die mogelijkheden gaan bedenken en al van tevoren ondertekenen. Maar ik, bij dit soort dingen zie ik altijd meteen een soort van um, bedrijfssituaties mm -hmm. vormen. En dan uh, heb ik zoiets, van, ja, als je toch wel in een bedrijf werkt, ik bedoel, dit kan je natuurlijk ook heel makkelijk in een wallet bouwen. Dat kan nu al. Ja. Weet je, iedereen heeft een account bij, bij zo'n bedrijf. En dan zeg je gewoon, ja, weet je, als deze account... De, dit account mag voor 10% van wat er in deze wallet staat uitgeven. Ik bedoel, deze, mijn, mijn punt is... Waarom, wat zijn de voordelen van dit op protocolniveau? Ja, is er een timmeren? soort van... Dat, dat we nu als Bitcoin development community... Misschien uh, allemaal massaal tegen de limitaties van, van script... Dat ouderwetse script aanlopen, is dat... Zijn we daar... is dat een probleem, een soort van? Uh, nou ja, ja. Uh, dus een, een voorbeeld daarvan... Uh, en dan loop ik een beetje vooruit... is uh, hoe wij nu met Lightning bijvoorbeeld werken... is uh, noodgedwongen werken we met die penalty-transacties. Dus wat er waarborg is voor een Lightning-kanaal... is uh, het feit dat op het moment dat iemand iets doet wat niet mag... geef je gelijk direct ook de mogelijkheid aan de andere partij... om al het geld uh, te claimen. En uh, een... een Misschien, misschien niet beter, maar een andere oplossing daarvoor... is wat dan L2 wordt genoemd. En dat is uh, door ervoor te zorgen dat je niet een, uh, een penalty transactie... de mogelijkheid van een penalty transactie geeft... maar een, de andere partij altijd de mogelijkheid geeft om te overtoepen. Dus het gaat eigenlijk over de, de volgorde van de, van de dingen. En het idee is dat je altijd dus de laatste staat uh, publiceert. En op het moment dat iemand dus een eerdere staat publiceert... Uh, ben je met L2 in staat om vervolgens als andere partijen te zeggen van ja maar dat is helemaal niet de laatste staat. Dit is de laatste staat. En uh, als het dan ook daadwerkelijk de laatste staat is, dan uh, heeft, heeft die andere partij gewoon niks meer, uh, niks meer te vertellen. Uh, en dat kan op dit moment gewoon niet. Uh, hetzelfde met uh, de zogeheten covenants, zoals we hebben daar vorige week ook over gehad. Dus dat je voorwaarden stelt op basis van waar het geld naartoe gaat. Nou daar kun je volts mee ja. maken, dat soort constructen. Nou die zijn eigenlijk. Um, uh, best wel essentieel, vooral omdat het nu allemaal hangt en staat op key management. En uh, het gaat dus allemaal over die private keys die je, die je moet beheren. En op het moment dat je die kwijt bent en iemand anders in bezit heeft en hij kan voldoen aan de voorwaarden van de transactie, dan ben je ook gewoon je geld kwijt. Ja. Dan, heeft die, dan wordt er een geldige transactie het netwerk opgegooid en is klaar. En uh, misschien dat je nog kan, uh, een soort van double spend race kan gaan doen. met er hogere vies uh, erin te gooien. Maar dat is een beetje dan de situatie waarin je zit. Terwijl het hele idee met die Vaults is. ...is dat je daar nog een soort van tussenlaag in zet. op contractniveau. Dat, er een, dus dat, dat die transacties een soort van twee-stapsraketten worden. Waarbij jij dus kan reageren. op het moment dat er iets fout is gegaan. omdat ja. er altijd nog een stap tussen zit. En je kan nu niet meer reageren. Je moet, altijd, je moet, altijd, je moet voorkomen en op het moment dat je blijkbaar niet hebt voorkomen, dan, uh, dan is het voorbij. En um, de, dus dat zijn voorbeelden. Dat is precies. Uh, Bij die voorbeelden zitten we dan, uh, dus inderdaad die vaults, dus, uh, zit een beetje op beheerkusten die uh, van Bitcoin. En je daar wat meer opties geven dan alleen maar, ja, wat je nu inderdaad hebt, multi sig uh, of single sig, en dan vooral het heel goed bewaren van je van je seeds en uh, en, en dat soort dingen. Um, dan zijn het een soort van uh, Uitgaven vereisten, dus dus nog moeilijkere, ook weer multisig schema's, maar dan vooral meer aan, aan, aan de uitgavenkant van, van Bitcoin. Dus hoe geef je bepaalde, uh, ja, hoe geef je het uit? Um, Zitten zijn er nog andere dingen die wat meer. Ik bedoel, dit is um, uh, niet zozeer meer van hetzelfde, maar. Uh, ja, eigenlijk wel. Het is wel meer van hetzelfde, alleen dan beter. Dus ik zeg denk maar, je... Zit er, als je natuurlijk aan smart contracts denkt als luisteraar... of in ieder geval ik, als ik het zo hoor, denk ik ook van... ja, is dit dan ook... Uh, worden, dit, kijk, worden dit dan een soort ether smart co contracts... of zijn dit andere smart contracts, ook met simplicity? Uh, nee, het is wel, het is wel anders. Um, en dat heeft er dan voornamelijk weer mee te maken dat... Uh, er, zit, zit er gewoon, zijn er echt wel een aantal verschillen tussen bitcoin en ether... Um, en uh, uh, nou, het gaat dan nu te ver om, 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 daar, mm -hmm. om die allemaal aan te stippen. Maar eentje daarvan is bijvoorbeeld dat uh, ben, op Ether zijn het, is eigenlijk alles op contractniveau. Dus een contract is daar een op zichzelf staande entiteit. En uh, daar heb jij vervolgens uh, uh, interactie mee. Terwijl binnen Bitcoin is het op UTXO-niveau. En er zit een, zit een specifiek contract op een UTXO. Ja. Maar op het moment dat die UTXO gebruikt wordt, dan is het ook... ...verdwenen, weet je, dan is dat, dat, dan is dat contract weer weg. Terwijl op Ether die contracten... ...die blijven gewoon tot in de eeuwigheid... Precies, uh, ...blijven ja. die staan. Uh, dus dat, dat is gewoon een andere, uh, andere... ...manier van hoe je daarmee omgaat. Nou, en daar het hele idee bij Ether is dan... ...vervolgens uh, uh, gaat het over state. Uh, uh, en dat je... ...dat dat smart contract... dus uh, ...op een bepaalde plek zit... ...met een bepaalde distributie... ...van de tokens, et cetera... Uh, en dat, dat werkt bij bitcoin dus gewoon, gewoon uh, op een volstrekt andere manier. Waarbij het idee met, uh, waar, waar het op neerkomt, is dat bitcoin doet geen computatie, dus doet geen berekeningen. Bitcoin is alleen een systeem om te verifiëren. Nou, dat, dat stappen die gedaan zijn, dat die, ook, uh, dat die kloppen en dat die geldig zijn. Maar er wordt, er wordt op zichzelf, worden er geen nieuwe dingen berekend. Uh, op Bitcoin zelf. En dat is bij Ethereum is dat dus anders. Daar ja. worden daadwerkelijk, uh, uh, daar, daar doe je iets en dan rolt er iets uit, zeg maar. Terwijl bij Bitcoin is het van tevoren al duidelijk wat eruit gaat rollen, want dat heeft iedereen voor zichzelf al. Ieder, iedereen individueel stelt die transactie op en publiceert hem vervolgens. Ja, uh, en wat er dus uit komt rollen is ja of nee? Precies, ja. ja. Precies. En niet, okay. een, uh, niet een bepaalde state die ook misschien nog wel eens afhankelijk kan zijn van wat er elders in dat netwerk gebeurt. En al dat soort zaken. Dat is, uh, Dan een, gaan we dat terug naar de soft forks. Want daar waren we. Ja, dus uh, want er zijn er allemaal uh, ideeën van soft forks. Die we uh, dus aanpassingen in Bitcoin ook uh, in, het, in de scripting-taal. Om dus nieuwe mogelijkheden uh, te, te verkrijgen. Dus voorbeelden die ik net al noemde. En uh, het idee van simplicity is dus door te zeggen van, nou, oké, okay, als we dan dat script, dat, dat script gewoon, echt gewoon goed, van de, gewoon goed in één keer aanpakken, dan hebben we dus al die soft forks niet meer nodig, dan zijn we eigenlijk klaar. Dan is Bitcoin af. Het enige uh, punt daarbij is, is dat dat niet helemaal waar is. Met al die soft forks doe je op dingen als Taproot en zo? Ja. Uh, dus we hebben secret en dan Taproot. En ja. uh, de, dan uh, vervolgens zijn er discussies over nieuwe opcodes. Dat zijn eigenlijk operaties die je, uh, die je doet. Uh, waardoor je dus uh, die covenants uh, introduceert. Of um, uh, dingen als dat uh, L2 mogelijk maakt. En uh, het is niet helemaal waar dat we dan klaar zijn. Eigenlijk het enige wat dan nog moet gebeuren is dat die, die library van die jets. Van die stukjes uh, code met die verwijzingen. Uh, dat moet eigenlijk nog beheerd worden. Dus je kan er van tevoren kan je er heel veel maken. Je kan een hele uitgebreide library maken uh, uh, met uh, efficiënte C-code van allerlei operaties die je eventueel wil doen. Maar mocht er nou een, in de toekomst een, een, uh, een nieuwe operatie zijn die, uh, die men zou willen toepassen, dan moet die wel eerst in die library komen. Nou, die library is in principe gewoon ook consensuscode geworden. Uh, dus dat zou, dan een, uh, dat zou dan nog een fork worden. Als je die mogelijkheden zou willen uitbreiden. Maar het grote voordeel daarvan is, uh, is dat het een stuk minder ingewikkeld is, want het raakt, in een, het raakt niet meer allerlei dingen in de code en uh, allerlei zaken zoals dat nu het geval is bij Bitcoin. Dat als jij ergens iets af aanpassen, dat jij moet gaan opletten van heeft dat niet op andere plekken allemaal impact en welke nieuwe mogelijkheden zijn er en al dat soort zaken. Het toevoegen van zo'n zo jet maakt nooit iets nieuws per se mogelijk. Het maakt alleen wat al mogelijk is efficiënter om te doen. En um, dan is alleen nog de vraag van... klopt de JET wel? En omdat dat allemaal formeel te verifiëren is... Uh, is, dat, is dat een hele simpele discussie. Want dat is gewoon... Uh, wiskundig co controleren of het daadwerkelijk klopt... wat er voorgesteld wordt. Uh, dus dat zou, allemaal, dat zou op zichzelf allemaal... een stuk makkelijker moeten gaan... Uh, software technisch dan... Um, uh, dan, dat, dan dat we nu zitten. Want eigenlijk het aantal softwares... vertraagt heel erg. In de eerste jaren hebben we... Nou, waren er met enige regelmaat wel aanpassingen uh, in bitcoin. Er werd vrij actief gedeveloped. En um, helemaal in het begin was, daar niet echt, uh, was er niet echt discussie over. Dan gooide Satoshi gewoon een update. <laughs> ik heb de, ja. de block size aangepast. Um, uh, of volgens mij had hij dat, dat punt niet eens verteld, uh, dat, dat, dat dat gebeurd was. Nou, dat soort zaken. Uh, en eigenlijk vanaf uh, Segwit... Wat dus een soort van burgeroorlog ontketend heeft, uh, of waar een burgeroorlog aan vooraf ging eigenlijk, um, uh, is, dat, uh, is dat allemaal anders geworden en is dat ontzettend politiek geworden. Ja. En, en met uit... Terphoet zag je ook dat iedereen moest signalen en uh, ja, dat, dat dan het inderdaad echt een proces we werd. Zitten, we, zitten, we zitten eigenlijk, voor technisch zitten we met twee problemen. Namelijk je hebt een discussie over de softwark zelf. En vervolgens heb je nog een discussie over, oké, okay, hoe moeten we dan die softwark zelf nog gaan gaan doen hoe gaan, moet wel het proces ingaan en daar daar is niks over besloten daar is niet echt consensus over uh, dus dat ja dat iedere keer krijg je weer hetzelfde gedoe en um, dat betekent dus ook dat het een hele hoge drempel wordt voor mensen uh, om daar om daar aan te gaan beginnen en heel veel gedoe oplevert en daar hebben mensen gewoon geen zin in um, dus dan gaan we. Uh, dus we hebben nu de horizon, dat is Simplicity. Dat is, we hebben even goed gezeten uh, en gekeken naar, dat, uh, naar die scriptingtaal. En dit is eigenlijk waar we mogelijkerwijs naartoe zouden willen. Die, die software zelf overigens is ontzettend groot. Uh, dat zijn ja. heel veel regels, code die daarmee uh, gemoeid zijn, het raakt alles. Uh, dus de vraag is of dit überhaupt nog uh, ooit in het netwerk gaat komen, puur omdat het zo omvangrijk is. Uh, en uh, daarmee op zichzelf wel controversieel. Dus al zou je het volledig eens zijn met dit idee, uh, dan zit er gewoon nog een pragmatische kant aan. Dat het uh, uh, kunnen we dit überhaupt wel bolwerken op een manier waarvan we voor overtuigd zijn dat het, uh, dat het ook echt goed is. Nou ja, um, zoals ik zei in het begin, gingen die softworks uh, redelijk makkelijk. En heel kan even, uh, trouwens een, ik moet heel even wat aanzetten op het apparaat, maar praat vooral verder maar we, gaan, we alles gaat goed technisch even één dingetje ja. wil ik even Moet een kleine softfork uh, kleine softfork maar praat verder Nou, uh, dan waar ik beginnen bij Segwit uh, want dat is een, een belangrijke uh, belangrijke softfork geweest in Bitcoin uh, en ook uh, uh, qua mogelijkheden want het heeft namelijk Lightning mogelijk gemaakt en uh, ja, Lightning is wel een van de, 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 de grote toevoegingen geweest uh, in de afgelopen jaren bij, bij Bitcoin. En ook uh, geeft ook wel een soort van beeld weer van, oké, okay, waar, waar gaat die ontwikkeling van Bitcoin naartoe? Uh, met betrekking tot betalingen, schalen en al dat soort zaken, uh, gaf het in één keer een stuk meer perspectief. Nog los van, in, uh, los van de vraag van waar Lightning uiteindelijk eindigt. Uh, het geeft in ieder geval een stuk meer perspectief over uh, hoe dynamisch Bitcoin eigenlijk kan zijn. En, uh, maar hoe zit het nou? Waarom was die soft fork nodig om, om Lightning te doen? Nou, dat had ermee te maken met het fenomeen transaction malleability, Bart. <laughs> en je voelt hem al aankomen. Uh, wat, wat is in hemelsnaam transaction malleability? Ja, daar weet ik net zo weinig van als jij van RD Hub. Heb okay. Dus dat, dat zou je me even bij moeten helpen. Nou, de, uh, het probleem is dus. Uh, uh, malleability, en dat is vormbaarheid uh, uh, of uh, kneedbaarheid. Mm -hmm. Ik denk iets in die, die trant, de veranderlijkheid, aanpasbaarheid. En uh, het ding met een transactie is dat... Uh, een, uh, we hebben... Oké, okay, dan is even de vraag van hoe ver ga ik nu, hoe ver ga ik nu terug technisch? Dus we hebben cryptografie, we hebben een aantal uh, soorten cryptografie, we kunnen gaan hashen, uh, dat is eigenlijk een vingerafdruk. En uh, uh, we kunnen ook dingen signen bijvoorbeeld. En daarmee geven we aan dat wij daar... Uh, 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 Dan geef je eigenlijk een bepaalde identiteit aan data. En uh, een bewijs van een bepaalde identiteit aan, aan data. En uh, dat zijn twee verschillende, volstrekt verschillende manieren van, van cryptografie. Ze doen ook volstrekt andere dingen. Uh, maar ze worden alle twee worden ze gebruikt binnen Bitcoin. En uh, zo ook bij een transactie. Namelijk uh, een transactie die wordt ondertekend. Dus dat is de ene vorm van cryptografie. Maar een transactie wordt ook gehashed. En dat is eigenlijk om een uh, verwijzing te doen naar die transactie. Dus als wij verwijzen naar een transactie, dan doen we dat naar de, uh, op basis van de hash van die transactie. Nou, en wat is nou de transaction malleability? Dat is die hash, dat is die vingerafdruk, die verwijzing. Die was niet zeker. Daar kon een verandering in plaatsvinden. En uh, hoe kwam dat nou? Dat heeft ermee te maken dat een. Uh, het. De vraag of een transactie geldig is eh, en of dat script eh, waar of onwaar zegt, dat is eigenlijk een wiskundig vraagstuk. En eh, dan is aan jou de vraag: wat is 1 plus 1, Bart? Ik, voel, ik, ik ben bang dat ik in een moeras stap, maar ik zeg maar gewoon twee. Even, ja? Ja, ja, dan, dan, heb, je, dan ja. heb je goed opgelet op de, uh, op de basis. Daarna ben ik ook gestopt hoor, met opletten ja. bij rekenen en wiskunde. Nou, nu ga ik hem één stapje moeilijker maken, oh. namelijk wat is 1 plus 1 plus 0. Ja, 2. Ja. ja je, had, je had toch even je hulplijn nodig. Maar inderdaad, ook dat, ook dat is 2. Dat kunnen we aan Dan, deze. Is zo Prima. makkelijk. Dank u. Maar uh, uh, ik ga je niet vragen wat de uh, SHATU-56-hash is van uh, de som 1 plus 1. Maar is de hash van 1 plus 1 hetzelfde als 1 plus 1 plus 0? Denk ik niet. Nee, want dat zijn andere, uiteindelijk de staat er iets anders. Dus als je jij jouw invoer in de uh, in het hashing algoritme is dus ook anders. Dus de uitkomst is ook anders. Ja. Nou, en dat, dat is eigenlijk de crux van die transaction malleability. Namelijk dat uh, jij hebt een transactie gemaakt, jij verwacht een bepaalde transaction hash op basis van die transactie, die gebruik jij in je lightning scheme om daar een verwijzing op terug te kunnen maken en dat soort zaken. Dus jij moet weten uh, op, uh, over welke transactie het gaat. En uh, het probleem is alleen dat op het moment dat jij die transactie naar de mempool stuurt, hij komt bij een miner, dan kan die miner zeggen van oké, okay, dat is leuk, maar ik voer hier gewoon een nul tussen. En wiskundig heeft dat nul impact. Want de uitkomst is nog steeds hetzelfde, dus de uitkomst is ook nog steeds true. Alleen het zijn, qua bits is het gewoon net even iets anders. En omdat het net even iets anders is, komt er een andere hash uit. En uh, is dus, kan je er niet van op aan dat die transaction hash ook precies hetzelfde is als wat jij in eerste instantie verwacht had, uh, verwacht had dat het zou zijn? En daardoor wordt het dus een beetje ingewikkeld om constructen te maken die doorbouwen op andere transacties. Uh, um, want ze... ze werken wel, alleen je kan er niet van op aan dat het werkt. Want er zal maar een miner zijn die met jou gaat lopen kloten. Het is een beetje, klinkt een beetje hetzelfde als. Um... Hoe je Word, de tekstverwerker, moet gebruiken en hoe mensen hem gebruiken. Je moet eigenlijk werken met de tussenkopjes, met tapjes, met dingetjes. Zodat het er niet alleen mooi uitziet, maar ook daadwerkelijk achter de schermen mooi is. Als je het gaat printen, als je het gaat uitvergroten. Als je je, je voor, formaat van je bladzijde of van je pagina wijzigt van landscape naar portrait of andersom. Mm -hmm. um, en heel veel mensen gebruiken stiekem gewoon spaties. Weet je, en Als je dat echt als een autist doet, dan ziet het er nog een soort van strak uit. Maar op het moment dat je ook maar één ding ergens wijzigt, dan pleurt het hele zootje in elkaar. En Dit klinkt een beetje hetzelfde. Op het eerste gezicht zie je het niet, maar als je er daadwerkelijk systeem op gaat bouwen, dan ga je nat uiteindelijk. Ja, ja dus het, het, ja, het, het essentiële. het gaat eigenlijk het verschil tussen uh, de twee soorten cryptografie. Uh, waarbij de ene dus gaat over, uh, die is wiskundig, en de ander gaat gewoon heel concreet over de de precieze bytes in een bepaalde volgorde ja. en een bepaalde omvang uh, die een specifieke output geven. Um, en dat en... werd opgelost met SegWit. Ja, dat werd opgelost met SegWit. Maar was het Segwit. dan een soort van bijproduct of zo? Want SegWit had natuurlijk nog veel meer ja. impact uh, en, en veranderingen bracht dat met zich mee. Uh, ja, SegWit uh, opende eigenlijk heel veel mogel mogelijkheden, omdat het um, uh, wat het doet, dat hele idee van Segregated Witness. Dus dat gebeuren waar jij eigenlijk het bewijs levert voor het feit dat jouw uh, transactie geldig is, dat werd apart gezet. En uh, wat gebeurde er dan in dat stuk wat er nog bleef? Nou, daar hebben we van hebben we gezegd, van nou, oké, okay, dat is gewoon, dat uh, een anyone can spend, zo zeggen we dat. Dus een het uitgeven van een, uh, een segwit-transactie uh, is gewoon altijd geldig. Je, hebt, je hoeft geen bewijs voor te leveren, is gewoon altijd geldig. Nou, dat is niet zo. Want je moet wel dat bewijs leveren, maar dat bewijs staat dus segregated. Dat staat ergens anders. Uh, en um, omdat we de consensusregels hebben aangepast, controleert ook iedereen daarvoor. Um, maar het, het idee van een soft fork is dat het forward compatible is. En uh, dus dat jij, als jij niet rekening houdt met, die, uh, met het feit dat er nog een apart stukje staat waar het bewijs wordt geleverd, heb je dat op zichzelf niet nodig. Uh, um, uh, of, of staat die transactie jou niet in de weg? Want voor jou is die transactie ook geldig, want hij is altijd geldig. Um, en dat betekent dat we uh, heel veel van dat scriptgebeuren dus apart hebben gezet en uh, we daarmee meer flexibiliteit hebben gecreëerd. Dus we kunnen ook bepaalde versies gaan toevoegen en dat soort zaken, uh, omdat het losgekoppeld is. En als bijproduct heeft het dus ook dat we dat transaction malleability probleem hebben opgelost, omdat. Uh, de simpele versie van de uh, originele voor uh, de Softfork-versie van Bitcoin. Uh, daar, daar valt geen nul meer tussen te proppen, zeg maar. Uh, en het heeft ook mee te maken volgens mij met hoe we, uh, hoe we de transaction ID identificeren. Nou goed, dat was, uh, uh, was Segwit. Daarmee konden we dus vervolgens uh, uh, Lightning gaan doen. Nou, we hebben nu uh, onlangs. Uh, dat is betrekkelijk. Was het vorig jaar? Was het alweer Twee jaar anderhalf geleden, jaar? Mij. Twee jaar geleden? Hoe oud zijn we inmiddels Daniel? Uh, is, we eens even kijken. Is Taproot um, uh, erbij jaar, toch? gekomen? Volgens mij was het ook vorig jaar. 14 november 2021. Tering. Anderhalf oh. jaar, meer dan anderhalf jaar geleden. Um, en we doen er nog helemaal niks mee. Kan je je voorstellen? Jawel, we maken uh, Ordenals. <laughs> oh, <ja. laughs> 20 miljoen stuks en counting. <laughs> ordenals. <laughs> ja! Um, ja, dat is, echt dat, gaaf, is een, uh, dat is Dat is een andere soft fork. Nou, eigenlijk wat, uh, wat we daarmee gedaan hebben... met uh, het belangrijkste aspect van uh, die soft fork... is tweeledig. Uh, we hebben een nieuwe uh, cryptogra uh, uh, cryptografie geïntroduceerd... namelijk Snor, uh, Die harder, better, faster, stronger is... dan wat we eerder gebruikten. Uh, namelijk het kleine broertje daarvan, ECDSA. En uh, een ander aspect is... Uh, het zogeheten MAST... en de, volgens mij... uiteindelijk zijn ze het anders gaan noemen... maar van oorsprong was dat... Uh, Merkulized Abstract Syntax Trees. Ja. En het idee daarvan is dat je... Een, uh, een structuur opzet... namelijk een boomstructuur met allerlei blaadjes... en in die blaadjes... daar definieer jij alle voorwaarden... voor je contract. En... Uh, dat, zijn, uh, dat smart contract is dus een, een verzameling van clausules. En um, ieder blaadje is een of. Dus of jij hebt een geldige sleutel. Of er zit een timelock op. En dan moet je wachten op de timelapse. En dan is het ook geldig. Of uh, we hebben een multisig met uh, zoveel dingen. En als je daarmee signed, is het geldig. Of uh, we hebben een hash lock. En als jij een bepaald geheimpje weet uh, uh, in te voeren, dan is het geldig. Of. Dus we hebben, kunnen er allemaal clausules naast elkaar zetten. En uh, we hoeven er altijd maar eentje uh, te publiceren. Dus we, we hebben gewoon de verwijzing naar die clausule. Dus je, uh, als je de transactie publiceert, dan zeg je gewoon van nou, wij gaan gebruik maken van clausule 2b. En uh, dit is clausule 2b en dit is mijn bewijs voor clausule 2b. En uh, dat betekent dat transacties uh, schaalbaar, horizontaal schaalbaar zijn geworden in hun complexiteit. Wat bedoel ik daarmee? Ik had al eerder aangegeven dat er beperkingen zitten op die transacties. Namelijk in omvang. Uh, en hoeveel computeroperaties je kan uitvoeren. Al dat soort zaken. Dus je kan ze niet zomaar eindeloos groot maken. Maar door middel van deze boomstructuur en die verwijzing. Uh, kan je dus heel veel dingen naast elkaar zetten. Want je gebruikt er altijd maar eentje. Dus je hebt een klein stukje overhead aan de verwijzing. Namelijk ik gebruik 2B. Dat is een klein stukje overhead. En vervolgens heb je alle ruimte over om. Uh, om de 2B-clausule uh, uh, te definiëren, maar ook uh, een 3A en een 3B en een 3C en het hele alfabet en het hele, hele rattenplan kun je erin kwijt. Uh, waardoor je dus heel veel dingen naast elkaar ga, kan gaan zetten. Nou, doen we daar al iets mee? Niet echt. Uh, maar het geeft in ieder geval potentieel heel veel mogelijkheden. Dus dat wel voor de structuur voor de smart contracting is dit wel, uh, is dit wel belangrijk. Het heeft voornaamste directe impact heeft het op uh, Multisix. Ehm. Uh, het betekent namelijk dat jij de mogelijkheden voor het uitgeven van een multisig-transactie heel makkelijk gewoon naast elkaar kan definiëren uh, op een veel efficiëntere manier dan dat we dat in eerste instantie deden. En volgens mij is die opcode er ook helemaal uit. Uh, die we daar in eerste instantie voor gebruikten. En het, het is toch ook schakelen? zo dat je niet meer kan zien... of het van een multisick kwam of zo, zoiets? Nou, dat is... Um, is dat weer snorachtig? Uh, nou, dat, de, uh, daar, zitten, daar speelt snor inderdaad een rol. En daar speelt dit ook een rol. Namelijk dat in die boomstructuur hebben we een default gekozen. Namelijk, de eerste aftakking is altijd een single sick, Dus gewoon één uh, signature. En uh, die eerste aftakking... Die uh, signature die daarvoor gebruikt wordt. Dat kan een private key zijn die bestaat uit uh, een verzameling private keys. Dus als wij met z'n drieën, uh, we hebben een contract opgesteld, we hebben een hele waslijst met clausules uh, en we willen dat geld uitgeven, maar we zitten gewoon hier met elkaar aan tafel en hebben het over, nou, we willen eigenlijk dat geld op deze manier uitgeven, dan hebben we al die clausules niet nodig, want we zijn het toch wel met elkaar eens. Dus op dat moment kunnen wij gewoon die eerste aftakking gebruiken. Namelijk dat wij een signal-signature-transactie uh, kunnen doen. Die wij met z'n drieën hier, omdat we nu bij elkaar zitten. We pakken allemaal onze, uh, onze cold card uh, En dan uh, stellen we gewoon die transactie op. En dan tekenen wij die transactie met al onze individuele sleutels. Maar dat wordt dan uiteindelijk één-signature. Uh, en dat maakt het heel, heel veel efficiënter. Want dat betekent namelijk dat je alle... Het idee van die smart contracts is eigenlijk dat het allemaal uh, garanties zijn. Een contract teken je voor de momenten dat het verkeerd gaat. Op het moment dat er iets misgaat, dan heb je je contract nodig. Op het moment dat alles koek en ei is en de, de vogeltjes fluiten en we huppelen over, over het gras, uh, dan heb je geen contract nodig. En uh, dat is in dit geval dus ook. Dus de eerste aftakking is gewoon uh, de, de huppelende, uh, huppelende weide regenboog, uh, waar we er samen uitkomen en, uh, en, en samen tekenen. En op het moment dat wij slaande ruzie krijgen, dan hebben we altijd nog die clausules. Uh, en kunnen we eigenhandig op basis van de, de dingen die we van tevoren hebben afgesproken. Uh, kunnen we bij ons geld en ons geld naar eigen goeddunken uh, uitgeven. Hier was het er ook, ook bij dat je. dat uite uiteindelijk de, alleen de, het pad, de takkenstructuur die uitgevoerd wordt, zichtbaar wordt. Um, ik, meende, ik meende ooit dat in een podcast ook nog gehoord te hebben. Maar goed, misschien wordt dat te technisch. Nou ja, dus de, het. het het is een beetje tweeledig, dus dat je... Omdat wij hebben gezegd van die eerste aftakking is de default... worden eigenlijk... Het, het idee is dat het gros van alle transacties er dus hetzelfde uitzien. Uh, dus je niet weet wat er allemaal... Uh, welke takstructuren er überhaupt allemaal nee, onder precies. lag. Uh, want die wordt nooit bekendgemaakt. Nee. En op het moment dat jij dus wel een transactie doet met een bepaalde clausule... dan weet jij... Oké, okay, je, je weet dat er die specifieke aftakking bestond, maar je weet nog steeds niet nee, welke exact, alle andere aftakkingen waren. Ja, ja. Maar het is in één keer wel duidelijk van, nou, die mensen hadden blijkbaar ruzie want ze zijn er niet met elkaar uitgekomen. Ja, precies. Je dus kan dat is dan nog wel meer, duidelijk. iets meer zien, ja, Precies. Ja. Um, nou ja, en dit zijn, uh, uh, dit even... zijn mogelijkheden die er, die er zijn gekomen. Um, maar het is altijd nog steeds heel moeilijk om daar, uh, uh, om daar ook, ook daadwerkelijk iets van te maken. Nou ja, even die, die Ordinals. Ik ga daar toch even naar terug, want we lachten er natuurlijk een beetje om. Maar die mempool is nog steeds niet gecleard, hè, sinds uh, 22 april. Nou, hij was dus ook echt behoorlijk vol. Ja, nee, maar dat is het nog steeds. Um, ik zit nu even te kijken. Kijk, het is, zijn wel, het is wel echt een berg met 1 met, uh, tot en met 5 sat per V bij transacties. Dus de, de echt hoge fees zijn er wel uit. Um, maar er zitten zit nog 600, 700 MB uh, aan, aan, aan transacties in de mempel. Dat is best wel fors. En ook, ik zeg nu, sinds 22, 23 april... ja dat was ook een periode van vijf dagen dat die F gekleerd was. Want daarvoor hadden we ook een periode sinds, nou, laten we zeggen, begin maart. Dus we hebben maart, april dat die vol zat. Nou, toen eind april even een paar dagen. En eigenlijk sindsdien, dus dan zit je mei, juni, uh, juli is weer drie maanden. Dus het is eigenlijk al een periode van bijna een half jaar... waar de mempool één keertje gekleerd is. Dat is toch wel... en dat zijn best wel veel taproot-transacties natuurlijk... die daar uh, uh, debat aan zijn. If, of je het nou leuk vindt of niet. Um, er zijn hier twee dingen die ik op wil zeggen. Um, namelijk... Uh, het, was, het ging net even over de vraag van... ja, oké, okay, wat, wat is hier het praktische nut van? Um, en enerzijds is dat je uh, een voorbeeld van uh, uh, wat je met Covenant zou kunnen doen... en volgens mij hebben we het daar vorige week ook over gehad... is dat je dus een, uh, een, een soort van ankertransactie kan, kan publiceren... waarin je eigenlijk aankondigt dat een bepaalde transactie ooit plaats gaat vinden. Uh, en dan staat dus al vast dat die transactie ooit plaats gaat vinden... ook al heeft die nog niet plaatsgevonden. Uh, maar het, staat al, het is al... Het staat al geschreven, het is geschreven. Uh, in de sterren. In de sterren, dat dat, uh, dat dat zal gebeuren en er kan niet iets anders gebeuren. En dat is op zo'n moment, als die mempool vol is, is dat vrij nuttig. Um, want op het moment dat jij dus iemand geld zou moeten betalen, dan kan je wel zeggen van ja, ja uh, sorry, maar die mempool die is hartstikke vol. Dus ik ga me, Nu zou ik me helemaal blauw betalen aan Vies. Maar die andere persoon, die, ja, uh, die wil wel zeker weten dat hij dat geld gaat krijgen. Die ja. nee, wil zeker weten dat hij dat geld gaat krijgen. Die kan dan zeggen, ja oké, okay, ik heb op zich wel geduld, maar ik vertrouw jou niet. Want uh, je zit gewoon uh, keihard aan de krek en de, dat en de, de, de heroïne. Uh, ja, dus, uh, dat is dat zijn wil ik. dus dat is bijvoorbeeld een van de dingen die je zou kunnen doen. De andere kant... Uh, maar wat, en wat doe je dan? dan, dan, dan... Ja, ja, wat doe je dan eigenlijk? Ja, eigenlijk publiceer je een hash... Uh, wat, uh, en die hash, dat is een hash van de beschrijving van. Uh, ook wederom weer in een soort van boomstructuur. Uh, de beschrijving van de transacties die er plaats gaan vinden. Als uh, de fees, maar hoe is dat anders dat, dan om gewoon de mempool in uh, smijten? Omdat er dan staat er dus een UTXO met een uitgavevoorwaarde. Die, uh, het, het gaat over, het, waar het over gaat is dat er dus in de uitgavevoorwaarden die volgende transactie staat beschreven. Namelijk, die transactie is alleen maar geldig... op het moment dat dat geld hier naartoe gaat. Okay. Um, dus je kan er niet meer onderuit. Op het moment dat je hem in de mempool hebt staan... kan je hem altijd nog dubbel spenden... en het geld ergens anders ja, naartoe okay, sturen. Fair ja, maar ja. hier ligt het geld, ligt al vast. Onchain ligt het geld vast met, met, met dat anker... en die beschrijving van waar dat geld... dan mogelijkerwijs ooit een keer naartoe zou gaan. Uh, en dan kan het gewoon niet meer ergens anders naartoe... want het staat al in de chain. Maar hoe staat het in, dan moet die transactie toch ook gemind worden? Ja, maar die transactie is heel klein en efficiënt. Want uh, dat maar, je hoeft maar heel weinig te beschrijven. Plus, het is maar één output plus de uh, beschrijving voor waar dat geld allemaal naartoe kan gaan. Die kan vervolgens voor heel veel dingen zijn. Dus dat is niet alleen die ene transactie, maar dat zouden honderd andere transacties ook ja, kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Dus het is voor een soort van Coinbase-achtig bedrijf dus is het eerste, interessant. Ja, dus de eerste use case die naar voren komt is uh, bijvoorbeeld exchanges. Ja. Die, uh, die zeggen van, oké, okay, we hebben een soort van low priority line. Uh, als jij geen haast hebt, maar je wil wel uitbetaald krijgen, uh, dan doen we dat op deze manier. Ja, en dan weet je als klant zeker dat het geld er is. Ja, precies. Ja. Uh, en een, een, een ander aspect is, nou laten we ervan uitgaan dat gewoon die fees altijd hoog blijven. Dat vereist dat de economische me meerwaarde van een Bitcoin-transactie ook hoog moet zijn. Om de economisch gezien die fees te legitimeren. Uh, dus er, er moet een bepaalde, en dat is niet alleen maar economische waarde in, in de mate van transactie of in de mate van Satoshi's, maar ook. Uh, um, ja, dus bedrijfstechnisch of eigenlijk van waarom, die, waarom je die Bitcoin-transactie uh, doet... en waarom je het met Bitcoin doet, et cetera. Um, en dat vereist dus eigenlijk ook dat we... Wil jij een gezonde fee-markt hebben met, uh, uh, hoge, hoge, waar hoge fees worden betaald? Dat willen we, we willen hoge fees. Nou, dan wil je dus eigenlijk ook hele complexe transacties hebben... Uh, die heel veel economische meerwaarde in zichzelf vertegenwoordigen. En het eerste voorbeeld daarvan is al Lightning. Dus we hebben twee transacties: een open en een close. Maar wat daartussen, daartussen kan van alles gebeuren. Um, en dan uh, kunnen eindeloos koffiebetalingen worden gedaan, weet je, het hele jaar door. Gaat, uh, het geld gaat van links naar rechts uh, uh, dat kanaal in en uit. En uh, dat legitimeert dus een hogere fee. Dus als jij miljoen kopjes koffie uh, hebt gefaciliteerd met jouw kanaal ja Dan kan jij makkelijker 100 euro via betalen als jij, dan dat jij één kopje koffie zou willen kopen met, de, met die transactie. Dus um, ondanks dat ik, ik kan wel een aantal voorbeelden noemen van dingen die we kunnen doen met, uh, met, met meer uitgebreide smart contracting. Maar ik denk dat het voornaamste punt is dat op het moment dat wij de mogelijkheid bieden, uh, dat het dus mensen ook in staat stelt om meer complexere dingen te doen, die op zichzelf ook meer economisch gewicht vertegenwoordigen. Uh, waardoor het hele idee dat er dus hoge fees zijn, dat dat beter gedragen kan worden. Want dat houden we gewoon, dat hou je, ergens hou je dat gewoon niet vol door alleen maar hele simplistische uh, transacties te gaan doen, want dan ben je echt gewoon afhankelijk van het aantal satoshis waar het mee gemoeid is. En dan zou het, dan drijft het systeem op, uh, op het feit dat er mensen uh, een miljoen uh, aan waarde willen oversturen van Amerika naar China en dan houdt het wel een beetje op, weet je wel. Ja, maar ja, god, maar dat dat is ook nog wel een flinke markt voor op zich, weet je wel? Ik bedoel, is het erg als ja, het daarbij oké, blijft? Nou, ja, denk het wel toch. Weet ik niet. Ik zou het in ieder geval wel jammer vinden. Ja, ja. Maar dan heb je alleen een soort van uh, de, het cross-border payments voor als je heel rijk bent. Ja. Nou, ja, maar er zijn heel veel bedrijven toch heel rijk. Ik bedoel, uh, gaat heel veel uh, geld cross borders nog steeds. Ja, maar dan is het niet, dan is het, dan is het hele punt van bitcoin is, het, is het niet meer cool dat wij het dan allemaal hebben en wij elkaar een soort van uh, op een neutrale open manier geld kunnen sturen zonder toestemming, dat staat een beetje weg. Ja, op de dat is zelf nou, nog wel, een discussie, wel. want ik denk dat dat überhaupt het geval is. Um, dat heeft ermee te maken dat uh, het deze complexiteit en dingen als bijvoorbeeld Lightning die maakt transacties van rijke mensen goedkoper, maar het maakt niet transacties ja, voor arme dat is, mensen klopt, ja. mogelijk. Het punt maakt hier volgens mij vorige week ook. Ja, um, maar nog steeds. Um, Denk ik dat we inderdaad meer nodig hebben dan alleen dat. Voornamelijk ook omdat je je dan kan gaan afvragen: van ja, maar is Bitcoin dan wel de beste manier om dat nog te doen? Ja, dat zeker. Maar ik denk in combinatie uh, met het hele digitale goudverhaal. Ja, kijk, dan is het niet zozeer dat er heel veel economische waarde in zo'n transactie zit of zo, maar dan is het meer iets. Ja, ik moet het gewoon op de koop toenemen, want uh, het is een. There is no second best als het gaat om uh, um, uh, store of value. Oké, okay, en dan dan, maar dan is een beetje de vervolgvraag zou dan zijn van, oké, okay, maar hoe ga je, jij hebt dus miljoen miljard in je bitcoin zitten, ja. die wil jij naar de, uh, naar de andere kant van de wereld sturen? Ja, weet ik niet. Maar ja. hoe, hoe bewaar jij die miljoen miljard en hoe gaat die andere persoon die miljoen bewa, miljard bewaren als je al niet zoiets als volts hebt bijvoorbeeld? Dus ga, ga, heb je dan dan moet je naar derde partijen gaan kijken ja. en al dat soort zaken? Ja, gewoon een beetje hoe je het nu ziet, alleen dan groter. En, en breder geaccepteerd, kijk, ik denk nog steeds wel dat, um, ja, dat dat dat. Ja, we hebben, we hebben het geldsysteem nog niet opgelost, zeg maar. Ik bedoel, we zitten nu weer met hoge rentes. En nou goed, daar is de Rek. Bert heeft het altijd in zijn markt, dit over, is de rek dan ook alweer uh, een, een beetje uit. En dan is nu alweer uh, zijn, er, zijn er weer verhalen dat de rentes weer omlaag moeten. Ik bedoel dat. Ja, maar dat gaat toch onder een bitcoin... laten we zeggen, even een bitcoinstandaard... gaat nee, dat ook niet veranderen? Nee, ik zeg niet dat het gaat veranderen... maar ik zeg wel dat een soort van... er is wel een... kijk, uiteindelijk draait het met geld... en dat hebben we vaker wel gezegd... om vertrouwen en, en om wat mensen ervan vinden... en om verhalen. En er is nog steeds, ook in de, de komende vijf... weet ik veel, vijf tot tien jaar... best wel een mooi verhaal rondom bitcoin... als store of value uh, te, te vertellen. En zeker als steeds meer mensen en bedrijven dat verhaal uh, blijven herhalen. Wat je nu ook met een BlackRock ziet, met zo'n ETF. Nou, we gaan het straks misschien nog even over. Wat was het? KPMG heeft een rapportje ja. geschreven. Het zijn allemaal van die dingetjes. Als iedereen maar dat verhaal... En het grappige is in het KPMG-rapport... daar zie je gewoon de talking points van uh, alle bitcoin twitter Nou, je uh, ga het nog even drogen. Jongen. Maar goed, dat zie je allemaal bij elkaar komen... Maar dat wordt nu dus weer, in plaats van dat het door Michael Saylor gezegd wordt, wordt het door KPMG gezegd. Ja. En misschien de volgende keer door Larry Fink. Door... Het is gewoon uiteindelijk mensen blijven mensen. En als iedereen dat blijft herhalen, nou, dan kan je op een punt komen waar mensen gewoon bitcoin inderdaad houden als store of value. En inderdaad misschien bij een, bij een custodian. En dan kan je überhaupt afvragen van hoe stuur je het naar de andere kant van de wereld? Ja, waarschijnlijk gewoon via een database. Uh, uh, wijziging van Coinbase. Ja, weet je dat dat bedrijf is overal ter wereld uh, actief. Dus ja, als ik het naar mijn Amerikaanse evenknie wil sturen via Coinbase, kan je dat gewoon intern doen. Kan je allemaal vragen, wat, wat, wat hebben we dan precies nog over? Nou, in ieder geval een soort van hard geld of zo, denk ik. Dat, dat, dat blijft dan een de, ja, gewoon ja, de, de het, store of value, het, zeg maar. Dat, dat is het, het, een, dat het, lastige, het lastige daarvan wordt dus, op een gegeven moment wordt het ook de vraag: uh, hoe divers uh, uh, is je netwerk nog? Ja. En, uh, want uiteindelijk, wat bepaalde, wat, ja, je, 21 miljoen en de regels staan vast en bla. Ja, dat, dat is gewoon allemaal afhankelijk van de, wat, wat de participanten van dat netwerk zeggen. En participanten ja. betekent in dit geval mensen met Bitcoin en die een nood draaien. Dat is, dat is uiteindelijk de belangrijkste, uh, uh, belangrijkste factor. Um, want het hebben van bitcoin betekent namelijk dat jij invloed hebt op de, op de, op de koers. En uh, op het bepalen wat bitcoin is. Op het moment dat je er een fork doet ja. dan, uh, en jij hebt 20% van de bitcoin in handen, dan is jouw 20% gaat dat bepalen wat de legitieme bitcoin is op dat moment. Dus als er dan nog maar vijf partijen zijn, ja, dan gaat het onder die vijf partijen die dan gaan bepalen van wat is, wat is de echte bitcoin. Maar hoe gaat dat bepalen wat dan de echte bitcoin is? Nou, omdat wat zij, waarvan zij zeggen met hun aandeel bitcoin, van dit is de echte bitcoin en hier... hier uh, ja, zij zijn gewoon de meest relevante stakeholders. In... Ja, okay, uiteindelijk, maar je het wat wat uiteindelijk beschrijf is een soort proof of stake systeem, maar dat is het niet natuurlijk. Nee, het is, in die zin is het indirect, maar het gaat erom wat, uh, wat is het waard voor miners... Om te minen. En miners moeten dus betaald worden. En het, het zijn dus de mensen die bepalen wat waarde heeft en welke de echte, wat dan de echte bitcoin is op dat moment in zo'n scenario. Uh, wat uh, de incentive geeft voor miners om welke, welke chain te gaan minen. Ja, ik ben het een met je eens dat, en dat en als de partijen... ex exchanges allemaal zeggen van ja, uh, uh, dit is de echte bitcoin en die andere die kan de, uh, de vingetaining krijgen, ja, dan, dan weten de miners wel wel uh, welke ze moeten gaan minen ja, en waar, maar, ze, waar ze hun brood gaan verdienen. Maar dat heeft dan niet zozeer met hoeveel bitcoin ze hebben te maken, maar meer hoe invloedrijk ze zijn als exchange. Bedoel, ik, ja, maar dat heeft dan dat toch het met, van alles met de volumes te maken die daar gemoeid zijn. Ja, ja, ja oké, okay, maar een volume is wat anders dan. Plus, het als, ik van 20%, plus als ik 20% zeg, ik heb 20% van de supply van Bitcoin. Uh, en ik besluit dus degene waarvan ik denk dat dat niet Bitcoin is, gewoon keihard en keihard te dumpen. Ja, maar dat, kijk, er gaan een paar dingen door elkaar heen. Kijk, aan de ene kant heb je MicroStrategy, die heeft heel veel Bitcoin. Die kan besluiten om dat te dumpen, inderdaad. Dat zal een effect hebben op de prijs. Aan de andere kant heb je Coinbase, die beheren heel veel bitcoin, nog veel meer dan dat MicroStrategy heeft, maar die kunnen niet zomaar besluiten om die te dumpen, want dan nou, dumpen dat, ze de... Dat zeg jij dus, maar met de ETF is dat dus wel het geval. Ja, in de, zoals, dat, zoals het nu in de papieren staat, althans, uh, uh, staat daar expliciet dat zij zichzelf het recht toe-eigenen om de keuze te maken van wat de juiste is voor hun investeerders. Nee. Maar uiteindelijk bepalen zij welke, welke bitcoin, in, in het geval van een fork, uh, ja, BlackRock hebben we het dan nu over. Ja, nee, maar ik, 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 ik ben het op zich in grote lijnen ook wel met je eens. Namelijk dat spelers die veel Bitcoin hebben, beheren, bezitten, hoe je het wil noemen. Een van die smaakjes, de, ondanks dat ze subtiel anders zijn, inderdaad heel veel invloed hebben. Maar ik wilde even duidelijk maken dat dat. Zeg maar, Coinbase, uh, die beheren ook heel veel Ethereum. Ja, daar hebben ze nog directer ja, invloed ja, op, op, zeker. op het protocol. En hier is het gewoon... Ja, het is gewoon een van de grootste spelers. Tuurlijk maakt het uit uh, wat, wat die kiezen. Maar aan de andere kant... We hebben natuurlijk met, uh, met, met die block size wars die je aanhaalde... ook gezien dat je die Japans of uh, wat was het? Die Chinese... Um, Jian Wu en zo, die, mm -hmm. die gasten. Uh, uh, welk, ja, dat is welke, welke uiteindelijk niet, was, dat nee, uiteindelijk niet was, gelukt. Dat was dat nou ook alweer, die, uh, die, die, die miners maakte. Bitmain. Bitmain. Ja, dat waren wel op dat moment echt wel de grote spelers in die Bitcoin wereld. En het lukte ze niet. En we hebben het er laatste ook over gehad. Ik denk dat het this time is different. Ik denk dat je als je nu. Heb je het niet meer over mee Maar ga je het dus over toko's als BlackRock hebben. Als die mee gaan spelen. Dan denk ik dat dat, dat toch net even. Uh, Anders af kan gaan lopen. Maar het is moeilijker voor ze om relatief gezien net, weer net zoveel macht te vergaren als dat die partijen toen hadden. Ja, maar, maar ik dat denk is dat, dat het slimmer. Ja, het, ik... het punt dat ik maakte was dat je dus uh, dat het op zichzelf wel een dynamiek is, of een schaal, of een, zeg maar, het voor een vergeleidende schaal. Um, dat op het moment dat het dus alleen maar Me Shiny Digital Rock is die weggelegd is voor uh, hele rijke stinkers, dat dat op zichzelf dus een hele centraliserende factor is ja. voor die partijen. Die ook nog, dat zijn waarschijnlijk ook nog hele opzichtige partijen, waar gewoon uh, oma geen uh, op bij de voordeur uh, uh, kan gaan aankloppen. Uh, dus dat, dat maakt het al die attack vectors, waar ik het nu over heb, hoe onwaarschijnlijk ze ook zijn, naarmate dus hoe beperkter de mogelijkheden binnen Bitcoin zijn, hoe meer je ook... Uh, uh, aan die centralisatie van, van macht en invloed gaat ja, komen... Zo... waardoor dus de, deze attack factor uh, alleen maar groter wordt. Maar, maar eens, maar hoe ga je... Kijk, uiteindelijk, als je toch naar, naar hoge fees gaat... Ja, wie gaan dan die, die, die moeilijke multisig schemes gebruiken? Wie gaan er vals gebruiken? Zijn dat niet dezelfde partijen uiteindelijk? Zeg maar, als die fees hoog zijn, hoe kan ik okay. dan nog een 8 uit 10 multisig gaan betalen? Het dat verschil niet... is... Zijn het vijf? Zijn het vijftig van mij betreft? Zijn het vijftig of honderd exchange-achtige uh, fireblocks of weet ik veel wat ja. voor partijen uh, uh, die dit allemaal faciliteren voor uh, het mkb en groot bedrijf? Of is het gewoon het MKB en grootbedrijf zelf... Die, dat, die gewoon hun eigen Raspberry Pi-nootje draaien. Dat zijn de twee verschillende scenario's. Dus of het, uh, uh, het grootbedrijf... en misschien zelfs tot, uh, tot het M uh, en anders zelfs nog tot de K, zeg maar... Uh, 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 doen het zelf. Uh, omdat Bitcoin ze die mogelijkheid biedt om het zelf te doen. En... Um, uh, of het wordt allemaal gefaciliteerd door, uh, door een handjevol uh, handje grote partijen. Omdat ja. Bitcoin jou die mogelijkheden gewoon niet biedt. Ja, of Bitcoin geeft je die mogelijkheden wel, maar heb je er gewoon geen zin in. En dat is toch nu ook, zeg maar, als ik bijvoorbeeld kijk naar Jan. Jan, on, Jan de Barman, Jan, uh, Jan van Café de Roemer. Weet je, die heeft gewoon een nooddraai, hè. Ik bedoel, die snapt echt allemaal wel ongeveer hoe het werkt... Um, en uh, heeft ook echt wel de zin uh, om dat uh, allemaal draaiende te houden. Ik bedoel, als er één iemand hardcore Bitcoiner is, dan, dan, dan is het Jan wel. Uh, zeker als het gaat om mensen, orange pillen noem het allemaal op. Maar ik weet niet of je Jan wel eens hebt zien werken. Die begint om vier uur s'nachts. Nee, sorry, dat zeg ik fout. Die begint om zes uur s ochtends, zeven uur s ochtends dan gaat hij naar zijn ene café... en daar zitten allemaal oudjes... en die gaat hij dan... Uh, geeft hij appeltaart en koffie uh, met slagroom... of appeltaart met slagroom hoop ik... en koffie met melk en suiker... maar je kent het wel hè, hoe dat gaat. Je punt is dat het gewoon te veel werk ja, is voor Jan. Precies, hij gaat door, hij gaat door... dan heeft hij s'avonds een meet-up... en wat doet hij daarna? Gaat hij naar zijn danscafé... omdat er daar weer iemand is uitgevallen. Ondertussen staat hij gehaktballen uh, te braden in zijn keukentje. Die gast die stopt om vier uur s'nachts... en heeft hij nog... Nou, er komen steeds meer kinderen bij, <laughs> bij die gozer... maar anyways... Mijn punt is dat ook al zou hij het willen, hij heeft er gewoon geen tijd voor om, zelfs niet voor de happy flow. En ja, al helemaal niet als je noten er een keer uitvalt. Ja, dan gebruik je Bitkassa. Ja, Oké, okay, okay, laten we dan zeg maar stellen dat het klein bedrijf misschien ja, wegvalt. Dat is, precies. Dat maar het middenbedrijf K. is daar natuurlijk gewoon een guy voor die dat een beetje regelt. Ja, wel, ja maar meer, kan wel toch... het, middenbedrijf heeft, het is allemaal SaaS. Ja, maar het maar de, allemaal de, de, die, ja, maar, is allemaal uh, Microsoft, het is allemaal Google, het zijn allemaal. G-suite, noem het maar op. Je gebruikt uh, wat is het? Je, je boekhoudpakket koop je in. Oké, okay, Bart, maar wat doe je nou nog zelf als bedrijf? Nou, qua die, IT? Je, je, je coldcard in je, in je knuisje houden. Wat kan mij het nou schelen? Dan, weet je, dan wordt de vraag <laughs> ja, dan nee. wordt de vraag: wat ja. kan jou het schelen waar die nood draait? Op het moment dat jij. Uh, dat, er zijn wel redenen waarom het je iets kan schelen. Maar jij bent dan een, uh, uh, een MKB uh, uh, meneer. Um, en het gros van je hele gebeuren, dat doe je inderdaad uh, doe je dat in de cloud. Ja. En uh, voor de rest heb je gewoon je cold card in je knuisje. En die sleutels zijn nog steeds voor jou. Er zijn, dat zien we nu met Lightning, daar is een heel spectrum aan, aan mogelijke setups, is daar uh, mogelijk, van wat ja, ja, ja. je allemaal zelf beheert en wat niet. En uh, daar is ook een voor G voor, voor G, tot, uh, voor, voor G van naar M, naar, naar K uh, uh, naar individuen en particulieren. Uh, zijn daar mogelijkheden en uh, uh, logische uh, setups voor? Ja, het, het, de aanname is ook dat software beter wordt en alles gewoon beter wordt en alles magisch werkt. Ja, en, maar en, en er is natuurlijk ook, is, ook wel maar. Bartje jij zegt: van uh, ja, de, de middenbedrijven, de, ik heb even BNR als voorbeeld, wij nemen ook alles af. Het zijn ja. ook allemaal teams en het hele, de hele bende alleen. Uh, ik heb het bij BNR ook heel vaak over dat dat ook een probleem is. Dat we heel erg vastzitten in het tuurlijk. feit dat we drie, vier partijen hebben. cloud als grootste voorbeeld. Drie partijen hebben, allemaal Amerikaans. Uh, en dat dat een probleem is. Dus je zou uiteindelijk ook een beweging kunnen voorstellen dat ze zeggen: Nou ja, op dit gebied is Bitcoin misschien interessant. Want open source, want. Nou ja, en dan uh, uh, ja, hebben tuurlijk. we een guy die een coldcard inderdaad in een kastje legt. En dat regelt. Ja, maar ja, Paul een guide in card in de kast, dat klinkt daar niet echt als een vooruitgang of zo. Klinkt een beetje. Dat ligt daar niet in ligt. Als, ja, nee, ja, precies. De, ligt, maar dat, dat is, daar daar hebben we vorige week of twee weken voor over gehad. Bij denk, Hoe leuk is het, weet je ja, wel? Ja, nee, dat, ik ben het op, op zich wel met je eens. Alleen de de hele reden dat we nu ook gewoon dat iedereen tot in zijn oren of in uh, of in Azure zit, of in uh, AWS, of ja. in de uh, Google Cloud. En dat we dat ineens in Europa een probleem aan het vinden zijn. Dat is ook omdat het het makkelijkst en het beste en het goedkoopst is. Nee, zeker. Is, is ook zo. Ik, ik bedoel, er zijn inderdaad wel dingen um, over te bedenken. Ik, mijn, mijn punt gaat er meer om dat ik gewoon niet zo snel. Uh, mijn punt is dat de mogelijkheid bieden niet uh, vaak niet betekent dat mensen die, nee. of bedrijven die mogelijkheid ook pakken. Zeg maar. Dat is dus even het punt. Dus dat was gewoon een derde scenario. Dat, dat de mogelijkheid er wel is. Maar ja. dat bedrijven. Ja, maar uiteindelijk. Dat en dan mijn punt was misschien dat uiteindelijk zelfs. Vanuit de politiek, we worden gedwongen om andere oplossingen te zoeken dan ja. AWS of Azure of Google Cloud. Ja. En dat je dus ook een keer dat bitcoin misschien ooit in een verre toekomst een van die oplossingen zou kunnen zijn. Ja, zie ik alleen nog niet helemaal hoe het een van die services. Nee, nee, nee. Want we hebben het hier niet over cloud. We hebben het over geld, maar over money. Money, precies. Zijn, ja, we, goed. zijn we een keer klaar hiermee? Ja, nee, we ik hebben weet niet, heb we... je nog vragen, Daniel? <laughs> uh, ik heb wel even opgezocht wie hiermee begonnen is... in eerste instantie. Ah. Dat was Russell O'Connor. Yes, maar Jij ja, gaat er nog even twee voor twaalf... even die laatste letters... <laughs> nee, nee, nee. <laughs> ja, even even ja, Ik heb dat opgezocht en het uh, komt uit een artikel... dat geschreven is door Tom Stammes op bitcoin.nl. Ja. Nou, 19 januari 2018. Dus, ja, dat is tom. Dat was mijn laatste vraag nog, Constant. En dan, alsjeblieft, hou erover op... Uh, dit wordt allemaal heel lastig om dit geheel. Gaat, gaat dit er komen in jou als jij het mag bepalen? En, en hebben we het over simplicity. Ja. En uh, waarom. Dit is dus al meer dan vijf jaar in development en het is er nog niet. Het idee is er al vijf jaar laten, zeg maar. Ja, dus nu langer, want het, het is al in, vanaf 2013 zelfs. Oké, okay, nou ja, Tom heeft er jaar. in ieder geval 2018 een artikel 20 aangelegd. Artikel, of, ja. Was die laat eigenlijk die Tom? Ja, vaak laat. Vijf jaar te laat. Ja. Ja. Um, ja, dus wat mij betreft komt dit er wel. Um, en uh, ik denk dat het gewoon een beetje een, uh, inherent is... aan de ontwikkeling in bitcoin, uh, dat die dingen gewoon heel traag gaan. En die zitten gewoon op een ander tijdspad. Ja. En er zijn allemaal redenen voor waarom dat op een ander tijdspad... Uh, maar je, voort, je voorziet niet weer een soort van uh, soft oorlog... omdat er heel veel regelscode herschreven moeten worden... en dat het nou ja, gewoon dat, het probleem ik het, is. Ik heb het aangegeven ik heb ook aangegeven dat, dat, dat het... Puur op basis daarvan, dat het daar ook op stuk zou kunnen lopen. Ja, okay. je had geluisterd. Uh, hij de, heeft uh, gesproken. Oké, okay, op hoeveel zitten we, Daan? Even kijken. Ja, op, uh, uh, oh, 1 uur 19:50. Oké, oh, okay. dan hebben we, nog, uh, hebben we nog een pak een beetje een, een half uurtje. Ja, nu gaan we echt los. Nu, nu gaan we leuk. echt helemaal loco. Um, ja, ik heb er even nog wat bijgeschreven. Kijk, ik doe wel eens op Spotify. Heb je tegenwoordig de mogelijkheid om QA's toe te voegen? Dat doet hij automatisch zelfs. Maar je kan dus ook een, uh, een poll. Ja, wat is dat in het, in het Nederlands? Peiling. Uh, een peiling inderdaad, ja Maurice de hondachtige peiling kan Zeker. je toevoegen aan een je enquête. en dat doe ik doe ik best wel vaak, maar ik, ik vergeet hem ook, ja een enquête staat hier inderdaad op Spotify. Ik vind peiling wel mooier eigenlijk, ook omdat het met de P begint. Enquête ja. vind ik meer echt een vragenlijst. Ja, ah, ga, ga het, pe door. Een peiling is meer gewoon één <laughs> vraag, toch? Um, maar die doe ik best wel vaak, maar ik vergeet hem altijd weer de volgende week te behandelen. Maar ik dacht, ik ga hem nu even behandelen. Ik had gevraagd voor hoeveel geld zou jij je oogballen laten scannen? Naar aanleiding van de aflevering van vorige week. En waar denken jullie dat het zwaartepunt ligt? Voor hoeveel zouden jullie je oogballen laten scannen? In Pas. euro's. Pas. Um, nou, daar heb je hebt er wel over naast te denken. Ja, um, ja, ik, ja het voelt toch. 10.000 euro. Ja, of zo? Ik wil eens zeggen, ik ben ook wel een goedkoop mannetje hoor. Ja, 10k of zo, zoiets. Dat is lekker, weet je. Dan pleur je dat allemaal in niks vond. Doei. Achter, achter Centraal station, even bij die ja. oren, uh... Even op je knieën. Ja. Nee, maar even zonder dolle. Ja. Ik, uh, ik vond mensen hoog en hard to get. Uh, er zijn er een aantal die het voor 5 tot. Uh, of, nee, niet voor vijf, sorry. 5% doet het voor 100 euro. Uh, 9% voor 1000 euro, 10% voor 10.000 euro Dan vallen wij dan een beetje in. Ik, ik had 50k gezegd trouwens. Maar dan, sorry. Ja, ik ben nog iets goedkoper. Ja. Um, 100.000 euro, 13%, 1 miljoen euro, 31% en 32% voor 10 miljoen euro. En geen cent meer. Ja, maar dit vind ja. ik ook makkelijk, hè? Want dit is, dit is een soort van. Uh, hypothetische situatie. Maar weet je, als, je, als ik hier 10.000 ja, euro op tafel leg voor van die orp, heel veel je oogbal in, de, in die orp, ja. dan, nee, ik dan ga je, je echt wel scannen hoor. Ja, nee, ik, ik, uh... ja, plus, dat op het moment dat zeg maar, we richting de 10 miljoen gaan, ja, dan fix ik gewoon een huurmoordenaar voor die vent die dit bedacht heeft. Dan schiet ik gewoon iedereen die hiermee te maken heeft overhopen ja. en is het netwerk weg. dan ja, die wordt opeens een heel duister. Uh, weet je, waar, ja, ja, constant op een hoeveel, 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 hoeveel moet dat kosten? Weet je, ja, 2 ik, miljoen wat of wat zo, ik ook opmerkelijk vind, uh, vond was dat je zag dus al die lange rijen. In Kenia kwamen ja, heel ja, veel beelden. Ja, ja, ja. Er ook was in ook Amerika trouwens. Ja, dat was helemaal ongekend. Ja, dat waren Peter actors. Hè? Ja, want je kreeg niet eens betaald daar. In ieder ja. geval, je kreeg geen World Coins. Dus zei, nee. nee, klopt, klopt. Ja, ja, ja. dus Afrikaanse land heeft er nu weer de stekker uitgetrokken, toch? Dat weet ik ook dat niet. Datzelfde headline mij. heb ik in mijn ogen ja, 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 nou, goed Nou goed, Kenia waren inderdaad beelden van. En um, dat, het ging dus om die initiële airdrop van 50 dollar, die ik ook heb geclaimd overigens. Weet je, ik moet alleen nog in mijn oogbal afscannen, dan oh. krijg ik het. Journalistiek uh, project is dit hè. Um, maar toen had ik aan uh, Sabine de Witte, zij werkt volgens mij voor Dusk, ja. een of andere coin. Um, van Nederland, hoe lang. Nederlands Nederland, trots. Ja, we kennen we wel meer. Satoshi Radio, dat is een heel trots. Yeah. Okay. Herbert Blankenstein, dat is een heel <laughs> ja. trots. Uh, ik hoe hoorde dat Herbert irresponsibly long was. Ja, die is gek, jongen. Ja. Zegt. Die heeft alles, hypotheek, uh, het hele pakket. Uh, <laughs> Dubbele hypotheek. Ja. Alle Michael cedar ja. ja. trucjes ja. Heeft, hij, <laughs> ja. heeft hij uit de kast getrokken. Ja, 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 en dat, toen in 2011 al smerig vroeg. Dat is niet zo gek als je alleen maar een micro uh, cashing doet. Ja, precies. Dan raak je, dan je dan het ook nooit. Dan raak je het in die kwijt inderdaad. Maar goed, toen had ik aan haar gevraagd: hoe lang werk je voor 50 dollar? Want dat is die airdrop waar het nu nog om gaat in Kenia, voor, hoe lang werk je daarvoor? En toen zei ze, nou ja, je verdient daar ongeveer 3,50 per dag. Dus dat is 14 dagen werk. Dus deze mensen staan voor 14 en dagen half werk. maand salaris. Ja. ja, voor die krijgen 1500 euro. Ja. Om maar eens ja, een, een beetje... Uh, de douche, inderdaad. Ja, wel een daal, inderdaad. Dus ter vergelijking... Nou ja, dan wordt het al een stuk interessanter. Ik zie in Nederland, uh, zou ik denk dat er ook wel een hoop mensen voor 1500 euro... even hun uh, oogjes laten scannen. Ja. Dat denk ik ook, ja. Helemaal terecht, als, je, hoor, bedoel, als je vijf kinderen thuis hebt die nee, tevreden moeten. precies. Uh, no judgment. Ik zou het ook doen als ik uh, geen cent te had. Ik zag laatst, je hebt natuurlijk nu dat hele, die, die blikjes met dat statiegeld. Ja, hou maar op. Ja, dat is, uh, dat is ook zo'n uh, ding. Als je dan ziet hoeveel mensen daar opeens... Maar dat snap ik ook. Eens een gast die zat te vertellen, ja, ik pak 50 euro per dag. <laughs> Potverdorie, dat is gewoon... Ja. Uh, nou, thuis, dat valt nog wel mee. Dat is, uh, dat is niet, niet, superveel, niet superveel, maar... Veel, maar... Het is wel, heeft hij gewoon even een paar uh, prullenbakken opengetrokken. Ja. En, ja, dat is wel het ding, en, hering, al die prullenbakken worden, worden opengekroeid. Uh, ja. Maar ja, laten we er niet over beginnen. Hey, we hadden het net al over um, Michael Saylor. Ik, ik las van de week, er um, kwam er iets langs. Michael Saylor, die wil, althans, Michael Strategy zijn bedrijf. Uh, althans, hij is nog steeds uh, oprichter en uh, hij heeft meer een deel van de aandelen, maar hij is volgens mij geen CEO meer. Trot. Daar is hij uh, uh, teruggestapt. En die willen een aandelenuitgifte gaan doen voor 750 miljoen dollar. Um, en met dat geld willen ze bitcoin gaan kopen. Ja, ja. Verrassend. Prima. Um, ze hebben al 152.000 bitcoin en met deze 750 miljoen zouden ze tegen de huidige prijzen van 29.000 dollar nog eens een keer een dikke 25.000 uh, bitcoin erbij kunnen kopen. Wat ik ja. me afvroeg, dit is niet hetzelfde als die convertible notes wat we toen hadden, toch? Misschien overvraag ik jullie allebei Nee, Nee, uh, volgens mij zijn dat, uh, is dat een soort van lening. Dit gaat ja, wel, echt, schuld, om, zo, ja. dit gaat wel ja. echt om aandelen. Um, dus ja. ja, voor de rest, ik heb even dat ze hebben bij de SEC. Dan moet je dat dan aanvragen en, uh, en, en vertellen hoe je dat gaat doen. Ja, voor de rest was er niet zo heel veel boeiends over te melden. Dus hier komen we wel op terug op het moment dat ze dat geld uh, hebben. En uh, vooral wanneer ze het omgezet hebben in bitcoin. Maar is dit de eerste keer dat ze het op deze manier doen? Nee, volgens mij hebben ze al eerder aandelen uitgegeven of aandelen verkocht om uh, geld op te halen. Maar dat, dat is toch niet een beetje de, de, de rode draad met wat Michael Saylor doet. is wat hij eigenlijk doet, is hij... Ja, short dollar gewoon. Nou, nou, hij introduceert steeds weer een soort van nieuwe, nieuwe manier om met, met je bedrijf als vehikel uh, bitcoin uh, te kopen. Dus er, je, je koopt het gewoon normaal en dan uh, doe je een of andere rare leningconstruct en dan doe je zo met je aandelen en dan doe je het op deze manier. Volgens mij is dat een beetje het idee wat, uh, wat, wat Saylor heeft met uh, wat hij hier aan het doen is. Naast natuurlijk het feit dat hij gewoon smerig hard bitcoin aan het kopen is. Uh, maar dat die ook gewoon. Maar dat zeggen het... mensen, dan noemen ze het toch een speculative attack op de dollar. Dus gewoon. De dollar is niet zo interessant meer. Dus we gaan daar gewoon heel veel in lenen. Op welke manier dan ook. Mm -hmm. uh, nou ja, met de aandelen uitgeven, dan verwater je je eigen bedrijf natuurlijk een beetje. Dus dat is dan jammer. Maar. Ja, maar het punt is dat hij een pad baant. Uh, ja, omdat hij gewoon doet. Okay, hij, ja. hij, hij heeft het dus. Weet je, met zijn advocaten. En die, of met zijn juristen. Heeft hij dit allemaal uitgezocht. En heeft dit allemaal een keer gedaan. En legt dus eigenlijk een soort van playbook neer. Met uh, een soort van receptenboek. Ja. Waar je in kan bladeren. als je een bedrijf, uh, bedrijf bent. En dan zeggen van, Nou, we, laten we het eens dus Ja, oké, okay, maar aandelen uitgeven voor geld is niet iets. Het, is, het aandelen uitgeven voor geld. Dat, dat doet de halve wereld. Het enige verschil is dat hij er nu Bitcoin van gaat kopen. Nou ja, als je, want wat zei je net dat je toestemming bij de, of je, je moet het verantwoorden bij. De, bij de ja, SSC. je moet gewoon uh, de document, documentatie uh, nou ja, opleveren. Moet je het toch een keer gedaan hebben. Uh, goed, um, laat het gewoon even in de gaten houden. Ik, um, ja, een andere leuke, die, 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 vond ik ook wel interessant. Coinbase zegt Lightning te gaan integreren, ja. want we hebben, ja, was ook vorige week. Zo, dat hebben we vorige week veel besproken. Maar vorige week hebben we het natuurlijk gehad over Lightning... van is het nou een hobbyproject... en wanneer gaat er nou een keer wat gebeuren? Wanneer gaat dat nou naar de volgende fase? En ik wil niet zeggen dat het nu gaat gebeuren... maar zo mondjesmaat worden toch eigenlijk alle grote exchanges... hebben in ieder geval een Lightning Withdrawal uh, functie. En Coinbase had dat nog niet. Nou, um, het grote probleem was, of in ieder geval... Uh, daar zag je wel... Uh, dat het toch wel interessant is om Jack Dorsey als een soort van, uh, naast Zeler, als een, als een soort van Bitcoin frontman te hebben. Die heeft toch wel uh, een bepaalde respect daar uh, tussen die andere fintech slash tech CEO's. Even het verhaal vertellen. Um, Coinbase Wallet in eerste instantie, die, die tweet iets van... Je kan nu koffie kopen, uh, seamless en gratis met uh, de, de Coinbase Wallet en USDC, dat ja. is hun eigen stablecoin. Uh, nou, ja, en de, Brian Armstrong die ritweet dat, en het er nog iets bij van dat de volgende stap was dat we het wereldwijd gratis en instant gaan maken. En dat het minder dan één seconde, het is als magic, nou ja, gewoon het hele hmm. Lightning verhaal. En daar reageerde Jack Dorsey op van: Joh, hé, hey, waarom je, blijf je Bitcoin en Lightning maar negeren? Ja. En toen uh, en dat maakte blijkbaar indruk, want uh, daar heeft Brian ja. Armstrong weer op gereageerd. Is USDC trouwens van uh, van Coinbase? Dat dacht ik wel. ja. Mm. Oh nee, dit is de Circle, so, grapje, circle. grapje, grapje, grapje. Dat is van uh, ja, je hebt gelijk. Dat um, is de Circle stablecoin, mensen. Sorry. Maar anyways, uh, Jack reageerde daar dus op inderdaad waarom uh, negeer je Lightning en uh, bla bla. En Brian Armstrong zei daarop: We are looking into how to best uh, add Lightning. It's non-trivial, but I think worth doing. I'm all for payments taking off in Bitcoin. Not sure why you think we're ignoring Bitcoin. We onboarded more people to Bitcoin... than probably any other company in the world. Let's build together. Nou, Daar goed. heb je wel gelijk in. Ja, dat zei uh, Jack ook. En toen waren ze allemaal weer vrienden. Kijk, dat is op zich wel... Kijk, Jack is aan de ene kant dus Bitcoiner... en um, aan de andere kant is hij nog steeds techbro-CEO. Dus uh, met een Zuckerberg, met een Armstrong, weet je. Dat... Is ja, weet hij toch altijd een soort van dan weer wel uiteindelijk... Ik bedoel, hij is, hij is snurren genoeg of heeft lang genoeg in dat spelletje gezeten... om te weten dat je je bruggen niet moet verbranden. Dus oké, okay, hij doet dan één een zo'n comment. Maar als er daarna enigszins goed op gereageerd ja. wordt... dan zegt hij wel weer oké, okay, we zijn vriendjes. In plaats van dan, dan nog even zo'n laser eye, dubbel double, double takedown eroverheen te gooien. Uh, maar anyways, uh, toen ben ik even verder gaan kijken. Er is dus een of andere product manager bij um, Coinbase, Victor Bunin... En die gaat ermee aan de slag. En zijn eerste uh, daad was om op Twitter maar eens even te gaan vragen of iemand hem kon helpen met het volgende: Support, UX Flows, open source tooling, service provider en edge cases. Dus die wilde als iemand ergens daarmee kan helpen, dat zou mooi zijn. Dus uh, ik denk dat het nog wel even gaat duren. Maar, maar wat ik wel dan grappig vind is dat uh, hier hebben we het ook al twee jaar over: exchanges doen nou wat met Lightning. Nou, de, blep en zo hebben we gezien en nu zijn de meesten wel om inmiddels. Ja. Coinbase moet dus nog beginnen. Ja, dus maar de... dat is Coinbase toch altijd traag. Ja, nou, is, weet uh... niet, maar dat is ik vind toch ik frappant om eerlijk te zijn. Je had in 2017 deed Coinbase nog geen transaction batching. Nee, precies. Klopt. Nee, nee, de mempool de mempool liep keihard vol. En toen op een gegeven moment toen was, uh, uh, was er een storing bij Coinbase. Coinbase lag eruit. En toen zag je in één keer die, die, die mempel, ene mempel, ja, die zakte open. in als een plumpeling. Ja. En toen was Coinbase weer online en toen woep, ging het ja, helemaal. Maar Wat wel interessant is, zijn met Coinbase, uh, omdat Coinbase natuurlijk heeft een wallet applicatie, als volgens mij, ja, misschien wel als enige grote exchange, dat ze echt zo'n zo Coinbase wallet aanbieden. En dat staat in principe ook los van... Coinbase, allemaal voor mij non-custodial, noem het maar op. Dat was ook een gedoe in een van die rechtszaken van ze: dat ook Coinbase Wallet daarin genoemd werd. En dat zij zei Ja, weet ik hoe kunnen wij nou KYC doen op Coinbase Wallet of AML? Het is gewoon uh, non-custodial. Je krijgt public en private keys en wij hebben er niks mee te maken. Nou, het zou natuurlijk leuk zijn als ze daar Lightning in integreren. Dat je dat, kijk, Lightning voor withdrawals is grappig, maar uiteindelijk wil ik gewoon. Ik zou het uiteindelijk nog steeds het einde vinden als ik gewoon bij Jan in zijn kroeg zit. Ik wil betalen voor mijn vette uh, saté. Ik heb het niet dat ik naar mijn favoriete exchange kan gaan, dat ik voor 100 euro bitcoin kan kopen... en dat ik in diezelfde app gewoon direct mm. een lightning invoice kan scannen. Dat is natuurlijk ook een soort van withdrawal, maar het is meer een, een betaling dan een opname, zeg maar. Het, het is een soort van tussenstap minder tussen en dat maakt het ook zo vervelend voor die exchanges want die moeten dan eigenlijk weten aan wie betaal ik dat dat is niet aan Bart dat is aan Jan is ja. Jan geen drugsdealer nou weet je sowieso met Lightning een probleem maar Precies. dat, zien we dus dan dat wel. is allemaal uh, allemaal gedoe anyway um, ander Coinbase nieuws was natuurlijk uh, ja dat was weer een beetje daar kwam weer denk van ja het is komkommertijd... tijd maar al die al die Bitcoin accounts komen dan breaking um, uh, wat we, het was in dit geval, de SEC had Coinbase verteld dat ze alle andere coins behalve Bitcoin van de exchange moesten halen. En dat werd gebracht alsof dat een soort van nieuw nieuws was. Maar uiteindelijk bleek het om een anekdote te gaan die Brian Armstrong in weliswaar een nieuw interview had gegeven. Ja. Maar dat was nog van voor de rechtszaak. En dat is eigenlijk verwijst hij daarmee. Want in dat e uh, een tijdje terug had hij ook een ander interview. Daar zei hij dat. De SEC opeens van koers veranderde. En ik denk dat dit verhaal in dit, die tijdsgeest past. Dus dan praten we over één, twee jaar terug. Ja, ongeveer. gewoon het verhaal. Alles is een security behalve bitcoin. Precies, precies. Ja. Dan hebben we Tether. Nou, die maken 850 miljoen dollar winst in kwartaal 2. Terwijl ze in het vorige kwartaal ook al een vergelijkbaar bedrag binnen hebben gehengeld. Die lachen zich helemaal dood. 850 miljoen? Ja. Nou, dat is netjes. Ja, maar, ja, dat komt natuurlijk. Die hebben hun kluizen vol liggen met uh, dollars. Ja, daar pak je tegenwoordig 4-5% op. Ja, ja, dan hoef je weinig te doen om, om je centen binnen te halen. Dus uh, dat, volgens mij verdienen ze daar op dit moment het, 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 het meeste mee. De operationele winst, of in ieder geval, lag nog harder. Maar dan die 850 miljoen, is dan. Ja, gewoon cash overschot en dat houden ze dan. En daar, daar gaan ze dan ook weer... Um, ja, daar versterken ze hun reserves weer mee, schijnbaar. Dus dat uh, vond ik wel interessant. Dat goed dat... voor die model? Ja, met, met positieve rentes wel, ja. ja. Dan, uh... En uh, met positieve rentes wordt het opeens ook... daardoor een soort van minder risicovol. Want als je natuurlijk negatieve rentes hebt... je hebt een enorme zak met geld als tedder heeft... en allemaal andere kortlopende, uh, kortlopende makkelijk inwisselbare... Uh, ...overheidsobligaties en weet ik het allemaal. Ja, dan, dan... Waardepapieren. Waardepapieren. Kijk, als je dan negatieve rentes hebt... ...dan krijg je natuurlijk een beetje wat je zag bij, weet ik veel, BlockFi. En, en dan moet je allemaal gekke dingen uit gaan halen... ...om nog wel gewoon ja, te zij, kunnen blijven bestaan. Uh, in principe hoeven zij dus... ...in theorie hoeven zij helemaal geen rendement te maken... ...op, het, op de dollars die ze aanhouden. Sterker nog... Eigenlijk is het heel raar dat ze rendement maken op ja. de dollars die ze aanhouden, wat dat betekent dus dat het geen dollars zijn die ze aanhouden. Ja. Zo niet? Nou, nou, het... niet. Maak jij rendement op het cash dat in je onder je matras ligt? Nee, maar wel bij de bank staat. Ja, dat maar dan het... is het dus geen het, jouw euro's, Bart, die ja, bij de bank staan, ja, ja. Die, zijn, die bestaan niet. Daar, staat, daar zit een onderpand op, een technisch onderpand van wat is het, een paar procent of zo. Dus het, is, het wordt een hele interessante vraag. Zijn die dollars er überhaupt op het moment dat het bij de bank staat? Want op het moment dat het bij de bank staat, zijn die dollars er niet. Want die hebben een onderpand van een, uh, van een paar Nou procent. Ja, interessant. Maar dat is natuurlijk, dat is de, het hele probleem. dat Geen enkel bedrijf heeft zijn geld. Op, als je er zo naar kijkt. Nee, dat is, nou ja, dat Omdat dus niemand uh, kan bij de, de centrale de grote, bank. Uh, precies, maar de, het groot, de grootste verdienste. Ja, nou ja, kijk, de grootste verdienste van Teller is eigenlijk dat het ze dus redelijk lukt om. Uh, heel creatief overal en nergens, uh, toch nog enigszins uh, een soort van dollars uh, uh, aan te houden uh, in gigantische volumes. Want uh, gewoon een bankrekening is dus al per definitie gewoon niet genoeg, want dan is dat geld er dus gewoon niet. Ja. Dan ben je afhankelijk van de uh, uh, van een bailout op het moment dat. Ah, het, het, uh, is de, de, het idee is dan natuurlijk dat het uh, die, bijvoorbeeld die Amerikaanse staatsobligaties. Dus, Extreem liquide, dus dat Precies. kan je op ieder moment altijd omzetten in dollars. Ja. Dus, natuurlijk zijn er wel allemaal. Maar ik ben het met je eens dat het wel in principe zouden het ja. gewoon allemaal netjes Het bil zou moeten echt zijn. vet zijn. Ja, nou, 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 ik kan het wel. Schier, uh, uh, ja, Kijk, ik heb schier, het hier dus, uh. inderdaad. Treasury bills: 55 miljard over naar nou, dat zijn die repos: zou 9 dat miljard. Ook procenten of uh, nou ja, kan, uiteindelijk kom je uit op 73. Dus we zitten nu al op 80, dik 80 procent... dan heb je gewoon cash en bank deposits 90 miljoen. Dus dat klopt. Dat, dat hebben ze ja. afgedekt door daar gewoon niks neer te zetten. Maar op die US Treasury Bills is natuurlijk ook die rente gestegen. Mijn punt is een beetje dat op het moment dat die rente negatief was... ook al hou je dan alleen geld aan... dan verdampt het wel langzaam. Dus dan verlies je geld. Dus dan moet je ten eerste je, je toko draaien... de oude medewerkers betalen. Nou zijn dat er niet zo heel veel... Um, maar je verliest, ja, je verliest natuurlijk best wel fors op het moment. Wat, wat hadden we op een gegeven moment? 2, 3% procent negatief of zo? Is dat zo, ja? Ja, op die overheidsobligaties uh, wel. Natuurlijk op je bankrekeningetje niet. Dat hielden ze nog een soort van kunstmatig... Uh, rond die 0% procent voor consumenten. Nou, anyways. Dus uh, nu, de, nu de rentes omhoog zijn... verdienen ze in ieder geval godschuwelijk veel uh, geld. Daar komt het op neer. Zonder... Ja... ja Eigenlijk en het zou echt vet zijn als ze dan uh, plus ja, bedoel een een alternatief of zo. Nee, dat is misschien zie jij dat dan weer anders. Maar dan. ze hoeven dus nu helemaal nemen eigenlijk heel weinig risico. Dus dat betekent dat soort van door die positieve rente business businessmodel opeens gewoon veel in rustige ja, vaarwater ja. beland is. En het is gewoon heel sick om heel veel geld van mensen te verzamelen en dan dat je daar een soort van kan doen met wat je wilt. Nou ja, staatsobligaties zijn heel veilig, maar het werkt gewoon. Je kan heel veel geld verdienen met heel veel geld. Dat en is maar de ze doen dus toch? Niet. Niks. Niks geks. Nee, nu... Ja, op zichzelf dus... De, de verdienste is dat ze... dat ze het een beetje moeten allokeren... en dat op een, op een wat zinnige manier uh, moeten doen. Maar voor de rest... Uh, ja, ja. en het database bijhouden. Ja. En de rest is allemaal... Uh, uh, op uh, de hele infrastructuur draait... Ik vind draait dat we een keer... Anders. een algoritmische stablecoin moeten proberen. <laughs> ja. Heb je nog ja, een suggestie? Over, uh, uh, ja, misschien twee, twee verschillende coins. Een stablecoin en een coin die dan... Dus ja, of... we, laten we het lijstje met uh, crypto-bedrijven even afmaken. We hebben crypto.com. Die krijgen een, uh, in tegenstelling tot Binance wel een registratie uh, bij DNB erdoorheen. Ja. ja, we valt verder weinig over te zeggen. Behalve nou, dat het even de moeite waard is om het te zeggen. Ja, en ik vind het toch grappig dat ik crypto.com... Uh, voordat ze me voor de rechter slepen als ik allemaal... Ik weet niet, voelt ook gewoon als een beetje een viezig bedrijf. Net zoals Binance overigens. En het is toch wel gelukt om het bij DNB voor elkaar te krijgen. En Binance is dus afgehaakt... en wordt nu met pek en veren Europa uitgejaagd. Ja. Dat vind ik dan wel opmerkelijk. Ja, we hadden het er voor de uitzending even over... van hoe kan dat dan? En wij kwamen we niet. tot de conclusie van... we weten het niet, maar het zouden In zo'n zo proces kan je het ook gewoon... Er zit een bepaalde padafhankelijkheid in... in, 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 in zo'n registratieproces. En je kan het gewoon... Maar dit is een speculatie, maar je kan het te bond maken. Dat zo'n toezichthouder zegt van ja, sorry, we zitten nu op een punt. Uh, we can't forget what you've done. Zoals de Amerikanen dat zo mooi zouden ja. zeggen. Nee, maar de, de, dat, dat bijna is misschien wat makkelijk erover er dacht. Die dachten, we fixen het uiteindelijk wel, komt wel goed. Dat is niet gelukt. En misschien dat zo'n crypto.com er dan vanaf het begin af aan serieuzer in zat en Daardoor een betere inhoud. Ja, en het heeft kan gemaakt, dus toch wel dat die, ze alsnog een boete gaan krijgen omdat ze hier al die tijd gewoon lekker actief waren. Zeker, dat wel. Dat kan dan nog ja. wel. Over Binance gesproken, die hebben wel een vergunning in Dubai gekregen. Um, dus ja, die, uh, die zitten daar nu. Uh... Ja, dat neem je als luisteraar toch wel even mee. Hè? Dat ze in Dubai toch wel. Ja, onder nee, ja maar zijn. ja, kijk, we, we hebben het natuurlijk. Nou ja, Peter, die heeft er wel, wel, wel vaak over dat. Uh, dat er meer is dan Europa. En dat je Azië en het Midden-Oosten en whatever. Nou ja, goed. En het is natuurlijk wel interessant om te zien dat wat je zegt: bijna een soort met Pek en veren Europa uitgejaagd. Maar krijgen nu dus wel ja. uh, in, in Dubai de licentie die ze in Europa dus overal niet krijgen. Nou, het is toch interessant. Zodat we dat dan daar wel voor elkaar krijgen. Maar ik vind je um, niet heel verrassend? Nou ja, ik denk gewoon dat ze in, in Dubai een stuk beter zijn in het. Uh, uh, doorzien dat Binance gewoon een hele integere partij is. <laughs> ja, dat zal het zijn en, inderdaad. Ja, dat daar ja. gewoon hier uh, in Europa niet de moeite voor wordt genomen. En, ja, uh, weinig crypto-experts, denk ja. ik, in de, in de verschillende Europese toezichthouders. Over crypto-experts gesproken, Richard Hart. Die heeft uh, de SEC aan zijn broek hangen. Want uh, Richard Hart is de oprichter van Hex. En uh, ja, wordt toch wel gezien als... Een van de grondleggers, brei, ja, je hebt Satoshi en ja. daar vlak achter komt Richard Hart. Vita ja, eh, Vitalik macht, misschien uh, dan nog een beetje, maar nee, ja. die mag de de, nou, de ja. schoenen, fetus niet eens strikken. Je van kan Richard ze Hart. combineren, hè? Dus je hebt de dikke en de dunne. Je hebt Vitalik en en, en Richard <laughs> ja. en dan uh... en de onzichtbare, dat is Satoshi. Um, nee, ja, het is allemaal geintjes, dolletjes natuurlijk, maar uh, Richard Hart heeft Hex opgericht en daarna is hij met Pulse Chain gekomen en daarna met Pulse X en dat had allemaal met elkaar te maken. En de SEC die gaat achter hem aan voor, tromgeroffel, je verwacht het niet, het organiseren van een Unregistered Securities Offering. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk de aanklacht die ze een soort van... Ja, bij elke crypto-bedrijf, crypto-influencer, crypto-founder... de laatste tijd door de brievenbus hebben gedouwd. Het is hetgeen wat kraken uh, voor, voor, voor zijn neus kreeg... vanwege de, het stakingprogramma, Coinbase, Binance, uh, CZ. Uh, SBF heeft hem volgens mij uh, te pakken gehad. Nou, noem ze allemaal maar op... Um, en in dit geval is uh, Hex dus een, uh, een security, volgens de SEC. En um, nou, wat ik dan wel interessant vind, ik heb dat, dat die aanklacht even doorgelezen. Uh, wat viel mij nou op? Nou, ze zeggen bijvoorbeeld hard call. Nou, even nog weer wat daarover gehad, die Howie-test. Die hebben we ja. toen uh, een paar weken geleden in het... Dat ging toen om Coinbase, denk ik. Uh, Ripple. Ripple, oh ja, ja, daar kwam die ook weer terug. En die hou je test even voor duidelijkheid, mensen. Daarmee betaal, bepaal je dus of iets een investment contract is en dus een security. Dat komt telkens terug. Uh, en er zijn drie dingen. Investment of money in een common enterprise met a reasonable expectation of profits derived from the efforts of others. Dus ook hier probeert de SEC dat weer duidelijk te maken. En die zeggen dus, hard called on investors to buy crypto asset securities in offerings that they fail to register. Re register, re register, uh, register. Register. Register, dank u. Zeker fout, de derde keer scheepsrecht. He then defrauded those investors... by spending some of their crypto assets... on exorbitant luxury goods. Daar komen we zo nog even op terug. Uh, dat we, is, uh, zegt Eric Werner, de director... nou uh, director ergens bij de SEC. This action seeks to protect the investing public... and hold hard accountable for its action. En dat is natuurlijk een beetje het punt met Richard Hart. Hij is op een gegeven moment... hij loopt er wel well, well, lang mee en is op een gegeven moment in een fase terechtgekomen waar hij dus de meest geschifte filmpjes op Instagram begon te zetten dat hij een Gucci store inloopt en dat hij daarvoor tienduizenden euro's aan merkkleding koopt Maar hij loopt er ook als een soort van ja, pas pop loopt ja. hij erbij hij, hij koopt gewoon, hij heeft een nul modegevoel en hij koopt dan alles en dat, dat, dat trekt hij dan gewoon aan um, en en daar zegt de SEC dus van ja jongens uh, dit is heel duidelijk van dat je zegt hier is geld mee te verdienen. En ze komen met allemaal punten dat hij gezegd heeft... dat uh, je kan steken en dat je... dat Hex the future of money is en weet ik het allemaal. Ja, het is... Um... Ik ben heel benieuwd uh, waar ze hem dan precies op pakken. Want het hele punt wat uh, Richard Hart uh, of Richard Schuller... Wat, dat vond ik ook nog raar, raar dat ze... Dat ze ze, ze, in de tekst zei de SEC Richard Hart en dan EKE Richard Schuler. Maar te, te, maar, terwijl het andersom is. Eigenlijk. Terwijl het eigenlijk andersom is. Ja. Um, uh, uh, Richard heeft namelijk expliciet heel erg geprobeerd om buiten die, dat Howie gebeuren te blijven. Uh, door altijd heel duidelijk aan te geven van ja. Hey, uh, Don't expect, don't expect any profits from the work of others, want ik ga geen fuck doen. dat ja. uh, heks bijvoorbeeld, daarvan zei hij altijd: Ja, uh, dat contract is het contract, dat contract staat daar, uh, uh, daar gaat helemaal niks meer aan gebeuren. Dus er is helemaal geen werk meer. Uh, en ik ga niks doen, ik ga alleen maar uh, Gucci kopen. Uh, dus ik ben, ik ben toch wel benieuwd uh, waar ze hem dan precies uh, uh, op willen pakken, hoe dat zit met dat uh, hele pulsgebeuren, dat, uh, dat, dat weet ik niet. Uh, ja dat het uh, dat het allemaal dat dat heks niet zo'n goed idee was ja voor voor richard wel dat uh, zeker dat blijft, ja dat uh, uh, ja wat was het nou één in een, een, one billion ja, ja is de miljard van gehaald billion, ja, een, een miljard ja nou het is hem het is hem het is hem toch gelukt uh, ergens is het uh, kijk het is een beetje een soort van kunstproject uh, ik denk dat hij zelf ook uh, het een beetje ziet als een uh, als een kunstproject alleen al een heel lucratief uh, kunstproject Um, ik denk dat een uh, mooie celstraf levenslang of zo een goede afsluiting is van dit. Uh, volgens mij dit zit het erin dat, dat je die shit kan steken. Ja. En dan, uh, ik lees hier uh, rendementen tot 38%. Procent. Uh, en da daarmee ben je gewoon effect als je dat, uh, dat kennelijk. Ja, en die luxury lifestyle noemen ze echt meerdere. Ja, halen. maar dat zit dan, dan meer volgens mij in de beschuldiging van fraude. En dat heeft niet zo heel veel te maken met die hacks. Het, het, Oké. Okay. Um, vraag niet hoe ik dit weet. Uh, oh, pardon. Um, is dat niet de pizza? Denk het niet. Wat het hele ding met hacks is: uh, dat er, uh, Richard verdient, heeft daar twee manieren uh, grof aan verdiend. De eerste manier is um, uh, door het feit dat mensen die hackstokens kochten. Die kochten ze van het contract, zo gezegd. Dus je stuurde Ethereum naar het contract en dan kreeg je die hekstokens. tokens. Nou, die Ethereum die werd verzameld op een adres. Maar het was niet duidelijk wie er achter dat adres zat. Oh ja. En op het moment dat je hem die vraag stelde, dan zei hij ook van: Ja, wat kan jou het schelen? Je moet gewoon die hele vraag niet stellen. Wat kan jou het schelen waar dat geld naartoe gaat? Dat maakt toch gewoon niet uit. Je moet gewoon. Uh, dit, wil je, moet je helemaal niet willen weten waar dat, uh, waar dat geld naartoe gaat? Stel me deze vraag niet. Um, dus dat is één. Weet je, hij heeft gewoon direct ETH binnengeharkt op het feit dat mensen die, die heksen uh, kochten. En het tweede is dat er um, dus allerlei bonussen en penalties uh, zitten in dat systeem. Omdat je het vast kan zetten en voor langere tijd en dan krijg je meer. En, yali -yali. en voor alle, ik weet niet wat de precieze verhoudingen zijn, maar in ieder geval voor alle bonussen die er worden uitgekeerd. Gaat dezelfde bonus of een bepaald percentage daarvan naar een specifiek. Uh, uh, adres. Dus er is één adres dat ook alle bonus, hex bonussen krijgt die ied, iedere individu ook krijgt. Dus die, dat één adres krijgt ze van iedereen allemaal. Dus die heeft echt een overgroot aandeel van die heks tokens. Komen allemaal bij dat ene adres uit. Ja. Maar het is volstrekt onduidelijk van wie dat adres is. Dus um, hij heeft in eerste instantie gewoon keihard uh, Ethereum lopen binnenharken. En in tweede instantie heeft hij. Uh, altijd een over uh, zeg maar het overgrote aandeel van die hacks, omdat er altijd meer hij krijgt de bulk en de kruimels... die worden verdeeld onder de deelnemers. En um, ja, zijn zijn stelling is van, nou, nah, maar hey, bart, het is toch leuk dat jij kruimels krijgt, joh. Waarom doe je dat zo moeilijk? <laughs> ik <bedoel> dat hier, <laughs> je krijgt die kruimels, Je moet hier, je moet niet naar mij kijken. Je moet ook niet van mij verwachten dat iets gaat gebeuren. Ik, op want op ik ga nu moment, naar de Gucci store. Uh, en, ik kreeg op, en, op een gegeven moment posten van Richard Hart. Die stuurde gewoon hun spam. Per post. Ja, Ja, echt serieus? Ja, nee serieus. Hij stuurde heksbrieven, daar stond. Ik weet niet meer precies wat erin stond. Ik heb er wel een fotootje in de chat, denk ik. En dat, uh, dat, dat kan allemaal als je 1 miljard ophaalt. Richard Hart is in eerste instantie uh, uh, berucht geworden onder de naam Spam King. En dit is jaren geleden. Uh, uh, omdat hij toen in die uh, uh, spam-schemes uh, uh, zat. Dat was dan voornamelijk e-mail-spam. Uh, voor uh, Viagra en penisvergrotingpillen en weet ik veel wat voor ongein. En daar zat dan affiliate marketing achter. En uh, uh, dat is eigenlijk het eerste, uh, het eerste trucje dat hij uit heeft gehaald. Daar heeft hij ook wel gezeik mee gehad. En als je uh, googelt Spamking Richard, uh, uh, Richard Hart, dan krijg je ook wel een foto te zien uh, uh, die iemand ooit gefotoshopt heeft. En nou, dat, dat heeft hij ooit een keer eerder gedaan. En uh, toen is hij in 2000 2016, volgens mij, of 2017, begin 2017, is hij uh, begonnen met een YouTube-kanaal om um, personal coach te worden of life coach of uh, weet ik veel wat voor guru. Uh, en daar had hij ook allemaal trainingen voor gevolgd. En hij deed alle van die typische dingen, weet je, door het heel gek en ludiek. En hij had een hoge hoed op en hij zat in een rare stoel. En uh, dat werkte voor geen meter. Uh, kreeg er niet heel veel aandacht mee. En toen is hij op een gegeven moment uh, gepivot naar Bitcoin. En het is een slimme vent, dus hij weet gewoon alle narratieven. Hij weet hoe de wind waait, zeg maar, en daar gaat hij in mee. En uh, nou, eigenlijk, hij weet waar de wind naartoe gaat. Dat is nog het meest knappe, eigenlijk, van Richard Hart. Want hij zit er boven, hij is gewoon, hij is de meute altijd voor. Uh, op een gegeven moment is de aandacht ook wel van het Bitcoin Maxi. Dat was echt wel dominant uh, in die jaren. Is dat daarna is er het. Eigenlijk heel veel van de massa-aandacht wel verschoven richting Ethereum. En uh, ik denk dat hij dat ook heel goed in de smiezen heeft gehad. En die transitie heeft hij ook uh, redelijk goed gemaakt. Uh, dus toch, om toch maar naar Ethereum uh, uh, over te stappen en uh, een beetje tegen de Bitcoin-maxis aan, te, aan te trappen. Terwijl die daar in eerste instantie uh, groot is geworden. Um, dus ja, uh, Richard heeft een, uh, een interessant pad afgelegd uh, van uh, e-mail spammer naar uh, 1 miljard binnenharken met, uh, met bullshit tokens. Ja. Oké, okay, okay, en hoe kan het dan dat die. Dat, dat, ik dat, wil, uh, ook langzaamaan. Uh, ja, sorry. Want het was inderdaad de pizza, man. Fuck. Ja. Maar we hebben. We mag een trondje hier of zo. Ja, nee, ja. Prima, dat, we gaan we nog even door. Come on. Aan. Nee, we zitten ook al op twee uur. Laatste vraag. Ja. Punt. Oh, je wilt uh, KPMG gaan we niet meer behandelen. Nee, prima. De volgende week. Nee, ik vind het dan zo bijzonder dat uh, hacks uh, en dat, dat 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 zo zeg maar dat zie je wel altijd overal. Het is een compleet irrelevant project. Het doet niks, het kan niks, het is niks, het is stront. Ja, maar maar... Omdat, omdat hij een briljant marketeer is. Ja. Maar dat is het. Het is volstrekte lucht. Alleen, het is 100% marketing. Dat feit dat hij in rare Gucci dingen... dat is allemaal marketing. Het is gewoon allemaal aandacht. Ja, nee, ik, die snap ik. Dat is een soort... de Joël Beukers-achtige marketing. En dat vind ik nog prima. Alleen ik bedoel meer... waarom is dat heks... ogenschijnlijk toch best wel succesvol? Niet alleen voor hem, maar ook gewoon... Het, het was best relevant... in de zin van dat je het vaak overal zag terugkomen. Omdat hij... Uh, uh, hij is heel goed in uh, narratieven... en voornamelijk ook uh, dingen vanuit... De juiste hoek belichten, de juiste dingen ook weglaten en uh, um, reacties en talk talking points. Hij heeft allemaal talking points. En die, die, daarmee heeft hij de mensen die luisteren, die worden eigenlijk soort ge geïndoctrineerd met die talking points en gaan vervolgens het internet op en spuwen al die talking points terug. Dus en omdat 90, zeg maar 99% van de mensen op deze planeet is dommer dan Richard Hart, dus wat Richard Hart heel goed kan doen is. Alle reacties van de dommere mensen dommere, mensen die dommer zijn dan, dan hem, wat de massa is. Nadenken van oké, okay, met welke tegenargumenten gaan zij met heks komen, welke talking points moet ik daarvoor bedenken? Die heeft hij ook helemaal geïndexeerd. Hij had een Telegram groep. En dan werd gewoon op het moment dat jij daar binnenkwam en je zei iets. Dan werd er gewoon zo'n slash command uitgegooid. En dan kwam de talking point die daarvoor bedacht was, <laughs> kwam, zo, kwam zo naar boven. En zo heeft hij dat helemaal uitgewerkt. Dus als jij niet. Precies goed weet wat jij moet zeggen. Zeg je iets wat net niet helemaal klopt en daar pakt hij je dan op, want daar heeft hij dan precies het, de juiste talking point voor bedacht en dan uh, zo wordt eigenlijk continu die internetdiscussie gevoerd en zijn er dus heel veel mensen die het gewoon niet kunnen overzien, niet snappen en uh, ja, bamboezeld raken en uh, hem blijkbaar geloven ja. daarin. En onder de tafel geluld worden. Nou, we gaan eens even bekijken hoe het afloopt. Het wordt uh, geen gevangenisstraf trouwens, dus de SEC. Echt? Oh. Ja, het is de SEC die achter hem aangaat. Niet Jammer. het uh, openbare uh, niet, uh, officier van justitie of iets in die, uh, die richting. Ja, we hebben KPMG nog. Ja, die hebben een rapport over Bitcoin mining geschreven. Misschien volgende week. En niet alleen over mining, over Bitcoin als ESG-belegging. Ja, ja, nee, ja, uh, breng me back open. Ja, en de bek niet op. De al, prijs zit schiet door het dak. We, we zitten deze... al over twee uur, jongens. Nou, ik ben er, toch blij dat nu eindelijk. Uh, ik zelf ook weet dat ik ethisch bezig ben door, uh, door met Bitcoin bezig te Precies, laten we ja. hem daarop houden. Jongens, dank. Niet alleen voor deze aflevering, maar ook uh, voor de vorige die jullie uh, aangeschoven hebben. Jullie helpen mij de zomer door, dus dat is uh, fantastisch. Ja, ook bedankt. Jij helpt ons ook de zomer door. Ja, zo is ja, Welke zomer eigenlijk? Jeetje, wat een klote weer is het. Uh, vind je de podcast leuk? Join onze Telegram groep. Volg ons op Twitter. De links staan op www.stossieradio.nl. Dank en uh, tot volgende week. Kun je op de gele knop uh, drukken, daar rechtsboven. En als die klaar is, de rode knop ingedrukt houden.